Zijn we Doe het of doe het niet? Do do Tommeka, 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 wat doe je nu? Tom Bona gaat wereldkampioen worden. Er is per uur te snel voor ons. God, Charlie, stay on your bike. Fredkamp en nog Fred. Hier, twee op Chef, doen is hier! Chef, wat is er mis met Jongen? man? Hollands poepen, hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Yes. Daar, is hem, daar is hem, daar is hem, daar is hem, daar is hem. Daar is hem inderdaad. Een nieuwe aflevering van de Zorgclub. De laatste van de maand juli, dus traditioneel maandoverzicht. Welkom, Seppe. Uh, ja, merci, Bobby. Een drukke maand geweest. Ja, het is precies een, een lange maand geweest, vind ik. Uh... Ja. Uh, veel veel, ah, veel wedstrijden gedaan, moet ik zeggen. Je bent er ook even tussenuit geweest. Uh, ja. E ja. Ja, even, even twee weken in het buiten Eén week in Zwitserland één week in Nederland gezeten. Hè? Maar omdat... Um, ja, ik, weet niet. ik heb zo het gevoel dat na uw comeback hebben we nog wel met een hand opgenomen, en toch heb ik het gevoel dat het de eerste keer is dat we elkaar zien of zo. Ja, ja inderdaad. Het lijkt lang geleden. Ja. Uh, maar we zullen erin vliegen. Oké. Okay. Uh. Ah, ik wil misschien beginnen met te zeggen dat um, achter mij hangt het de grote poster van Kenneth. Yes. We, we zijn er eindelijk in geslaagd om uh, zijn een t-shirt. Een t-shirt. Met kennet op tot hier te krijgen. Um, ietsje lager. Ja. Dus als jij zei, ja, er is een t-shirt met, met kennet zijn een kop op. Uh, ik ik ja. wist niet dat, ze het, dat het zo was. Ja, nee, dus alle vrijwilligers die daar werkten, die, um, van Club La Santa, vermoed ik dat die waren, die hadden zo'n t-shirt aan. Dus ja, ik wou er al direct in. En ja, met dat kennet ons ook overtroefd heeft. Met nog een grotere poster, poster te hebben, ja. uh, dacht ik, ja, misschien heeft hem een t-shirt niet. En ja, de, de, de Laurens Verluiten heeft, heeft de, denk ik, de zijnen afgestaan. Ja, ik weet niet wat, hoe dat het komt, maar de Laurens stuurt dus. Ja, ik, ik kan nu zowel een t-shirt fixen. Het enige probleem is, uh, Laurens zit in Lanzarote en wij in België. Maar hij is dus in België geweest. En dan kwam het tweede probleem met Laurens af te spreken. Ja. Um, en hij ging een dag of twee dagen naar Leuven komen. Uh, maar ik weet niet waarom. Ik denk niet dat hem tot hier geraakt of zo. Dus hij is een t-shirt gaan droppen. Of bij zijn neef, denk ik. En zijn neef is dan een t-shirt gaan afgeven in de waypoint. En ik ben daar straks bij de waypoint geweest. Voilà. En ik heb dus die t-shirt opgehaald. Voilà, lange, een lange reis. Maar ik ben er wel blij mee. Want... Een mooi attribuut voor de studio. Ja, voilà, voilà. En even zeggen, ik kreeg um, gisteren een tip van, uh, van Loïc Lemaitre. Hij had gehoord dat, dat we moeite hadden met accreditatiesregelen, met overal binnen te gaan op uh, Ironman. En zijn broer is meegeweest naar Hawaii. Ja? En die heeft zich um, kandidaat gesteld als vrijwilliger. Ah ja? Die, heeft, die was overal bij... <laughs> Dus dan mocht hij in de wisselzone. En dan uh, had, hij ook nog, had hij blijkbaar ook nog gezegd dat hij ervaring had in het aannemen van fietsen. Dus mocht hij de, de, de fietsen van de, van de pro's oh, aanpakken. Uh, ook na de meet was hij ook gewoon. Uh, ik was daarover aan het nadenken. En ik dacht, ah, ja, dat is juist. de Laurens was daar ook aan, aan het werken. Mm -hmm. En uh, die, was, die, was ook over, die zag je dan ook overal inderdaad in de recovery area. Of, of uh, als ik dan maar een fiets ging halen, was hij daar ook al. Een, die al aantal uh, computer van Camera en Wurf kan zien hoeveel vermogen en zo erop stond. <laughs> dus dat is misschien nog wel een tip. Ja, en ik eigenlijk denk dat dat ook best nog wel... Leuk is om iets te doen, ja, misschien. want dat had hem ook bijvoorbeeld het water en zo getrokken. Ja, daar zoeken ze ook altijd zo mensen voor die u, uh, het water al. Dus uh, bij, de bij deze, ja. Ja. En voor hetzelfde hè? geld zetten ze je ook zo wel op een of ander kruispunt met een plakkaat. Ah, ja, het is wel wat ik aan het denken was. Voor hetzelfde geld belanden wel ergens in een vergeetput... Dat je eigenlijk bijna niks van de wedstrijd zie. Ja, Maar ook wel slim gezien, want in Hawaii denk ik dat ze nog wel moeite hebben In, in Hawaii is dat nog wel iets, iets stoffen te doen, denk ik. Ja. Uh, ja, en je krijgt dan meestal ook nog een t-shirt en zo. Dus. Ah ja, juist. En, en twee deze ook wel. Hopelijk, hopelijk wat meer, omdat een dag toch wel langer duurt. Ja. Uh, over naar de orde van de maand zou ik zeggen. Ja. Um, je zegt het al, drukke maand geweest. Wat heb je allemaal uitgestoken? Ja, ik denk, ik uh, ben begonnen met uh, het PK10.000 meter uh, op de piste lopen. Oh, dat ja, om um, het even bij zeggen. Ja, dat was in Vilvoorde. Ik had nog nooit in, in Vilvoorde gelopen eigenlijk. Tot... Ik heb daar eens gelopen op de straat. Als je vroeger nog het Scotteren-stratenloopcircuit had, heb ja. ik eens in Vilvoorde. De start was volgens mij op de piste. Wel, um. Maar dus bleek dat die piste, dat heeft de Lucas van Assen mij verteld, dat die piste dat die afgekeurd was, dat dat niet meer, en dat ze dan nu nieuwe hebben gelegd. Maar dat is echt, dat is echt een keisjikke uh, piste met um, lichtjes die tempo oh. aangeven. Dus het um, was een beetje een rare avond, het was een vrijdagavond. Je kon dus gaan vragen welk tempo dat je wou, en dan stelden zij de lichtjes in... Uh, ja, uh, hoe, hoe snel dat je wou lopen. Uh, hoeveel man kon dat vragen? Vier, vier kleuren hadden ze. Ah ja. Dus je kon vier. Maar uh, de eerste, allee, die dat eerste zou worden, die had al twee lichtjes gevraagd, want hetgeen wat hij wou lopen zat daartussen. Dus die had er twee gevraagd, dat dan moest dat dan daartussen lopen. Ja. Dus, maar ja, ik, bij mij is dat altijd, ja, dat, dat was wel juist op het einde van met een blok voor met een men dus... Ja, ik, ik, ik heb echt geen idee wat dat kan. Dus dat heeft dat ook geen zin om, om, om iemand anders zijn lichtjes uh, in te pikken? Maar ik vroeg me dan wel af, bijvoorbeeld, en stel je zet op de stiepel. Is dat dan, vertraagt dat dan aan een balk? Of, is dat... of geeft dat algemeen tempo aan? Ja, of kan ik, ik mijn stiepeltijd... En want de, de logic ging dan de steeple lopen, kan, kan ik dan mijn data inlezen zodanig dat dat mijn tempo volgt en dat dat lichtje ook echt zo in de waterbak blijft hangen? Dat moet, eigenlijk moet ja, dat mogelijk zijn. Hè? Toch ook dat systeem... Hè, want bij de waterbak snijdt het toch eens een hoek af van de piste. Mm, ja. ja dus, en dat systeem gaat er toch rond liggen. Dat gaat rond de stiepelbak liggen ja, ja, waarschijnlijk. Just, just. Ja, juist. Ja. ja, dat heb ik eigenlijk dat heb ik nog niet op dat, Maar bij de stiepel gebruikt niemand dat. Ja. Um, maar dat is wel cool. En dat moet volgens mij ook heel tof zijn dat je dat op training kunt gebruiken. Ja. Want bij de brokkenlopers, uh, elke woensdag toch altijd wat discussie van... Oké, okay, tempo en dan moet je zoals gisteren uh, drie keer 600 progressief lopen. En die eerste is al veel te rap. En dan weet je, ja, straks kom ik in de problemen. en dan, uh, Dus zo lichtjes voor echte tempo aan te geven, het, 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 het had wel iets. Ik ben ook wel gedubbeld door een lichtje. Dus dat was dan weer minder. Je We zegt gelicht. <laughs> ja. Um, well, de wedstrijd uh, was eigenlijk een toffe wedstrijd. Omdat het, uh, ja, Kevin Verluijten heeft gewonnen. Uh, die, die, stak er, die stak er echt bovenuit. Die heeft 30-30 gelopen. -30 maar dan um, daarachter zaten we wel met wat, wat, wat mannen zo, wat kort bij elkaar. Wat dat wel tof maakte. Want bij een 10.000 kun je echt hebben dat je na, na 2000 mm -hmm. al alleen loopt. En dan is dat redelijk saai rondjes aftellen. Um, maar er was wel strijd voor de titel. Uh, die ik dan wel heb kunnen, kunnen binnenhalen. Uh, dat eigenlijk... Bij de Masters. Ja, bij de, uiteraard. Bij de Masters. Want um, ja, eigenlijk is dat nog wel zo ja geloopt ge ge De meesten hebben echt een exact idee in hun hoofd van, ah, die een tijd kan ik lopen, en, maar ik weet dat dus niet. Dus bij mij is dat echt gewoon koers. Dus ik volg iemand en dan denk ik, oeh ja, deze is te rap denk ik, dan dat twee rondjes, dan moet ik die laten gaan. En, uh, maar die anderen waren eigenlijk iets te brekend waardoor die juist niet meer bij mij geraakten op het einde. Uh, nou ja. En zo ben ik provinciaal kampioen geworden. Mooi. Dus je hebt eigenlijk zo vanuit de vroege vlucht een titel binnengehaald? Eh, Wel ja, eigenlijk. Zo kun je het, kun je het stellen. Want het was echt een heel rare avond. Het begon al. Um, ik, ging, ik moest naar de wc en ik ga de wc gebouwd binnen en de mensen van Nado Vlaanderen zijn daar. Die vragen naar mij. Ah, wie ben jij? Um, Sappoldijn, zeg ik. Dus die kijken op de lijst. Ze uh, zeggen, ah, ja, je moet naar de controle uh, straks. Maar als je nu kunt gaan, is dat ook goed. Ik zeg, ah, ja, oké. Okay, ja, ik ging juist naar de wc, dus ça ja, Dopingcontrole voor de wedstrijd. Ik ken er niet vaak voor Maar ik deed dat dan. En eigenlijk, mijn Frank viel niet, maar ik was dat dan aan het vertellen tegen de Smalle, tegen mijn schoonbroer. En die zei: Jij ja, kunt toch gewoon naar dopingcontrole gaan. En je dan, dan gewoon vol schokken vol voor dat pk. na ]Eh. de wedstrijd. Yaz... Nee, -vertellen ze wedstrijd ja, voor tijdens de wedstrijd. Ah ja, eigenlijk is dat niet. Nhưng... De, er is een reden waarom je dopingcontroles na een wedstrijd hebt, toch? Mm -hmm. Zeker ook omdat onze wedstrijd werd dan ook uitgesteld. Um, omdat de, ze moesten twee series maken van de 10.000. En de, um, de vrouwenreeks, ja, er was iemand die, die trager liep, waardoor ja, alles eigenlijk ja. uitliep. Ik was om, om uh, kwart voor één s'avonds thuis. Toch? Allee, laat voor ja. een sportende mens of zo. Uh. Um, maar eigenlijk had ik dus... U nog vol kunnen steken met... Wat is dat? Dat ze vroeger... Speed of zo? Ja, nee. ah, wel ja. Dus je gaat naar de controle en dan... Eigenlijk ging je naar het toilet om te snuiven. <laughs> ja, maar ja. Het was super Het was... Super raar. Ik, uh, het was, uh, was en ook omdat dat, dan helemaal, dat programma helemaal uitgesteld was, was dat, was dat ook echt zo anderhalf uur voor mijn wedstrijd dat ik mijn controle had gedaan. En dan... Ja, dan waren er ook nog die moesten gaan, maar eigenlijk is dat ook heel raar, dat je naar een wedstrijd gaat en je zegt, en Aja, jij moet gaan, terwijl eigenlijk ja, is dat... Onaangekondigd normaal toch? Ja, en is dat podium, hè? Ah ja. <laughs> dus, ik denk dat ik wel ergens op, op de... Een verdachte lijst. Hè? Ja, of, of omdat ik... Ik weet niet, mijn werbouds of zo invul. Ja. Uh, en dan, uh, dan zijn we naar Zwitserland vertrokken, hè? Juist. Uh, woensdag vertrokken... ...voor, voor Ironman Tunt te gaan doen. Uh... Was dat de woensdag aansluitend op de ...PK? Ja. Ah, oké. Okay. Dat was mijn laatste... Voorbereiding. Ja. <laughs> uh, ja, bij Frans Klaas geslapen? Ja, bij Frans en, en Arjan. Uh. Ja, wou, wou eigenlijk lukken. Ja, ik moet eigenlijk heel het verhaal vertellen. Ik ben eigenlijk er een beetje in ...zoals ik toen ooit... Uh, ...PK Stiepel heb meegedaan... Dat was de Pieter Remrijk, ging Ironman tun doen. En just, de, ja. Na Lanzarote kostte ontgoocheld. Eh, mijn werk werd dan ook wat uitgesteld dat ik normaal moest doen. En eh, hij zei: hey, maar We gaan tun doen, eh. ik ga dat doen, we moeten zoeken, super. super, super. Eh, eigenlijk mijn warm wat maken, ik schrijf mij ook in. Hij gaat rood doen. En ik <laughs> sta, dus eigenlijk hetzelfde, <laughs> <Ja. lacht> juist dezelfde move. Ja. Uh, maar goed, ja, Zwitserland duur. Uh, en ik had uh, uh, van Valerien zwembad gehoord dat uh, uh, Frans Klaas hij daar niet ver af voor en ik zei ah, ik ga eens naar dat Frans sturen <laughs> zo'n zo berichtje van hé hey, Frans uh... Doe we beginnen Hé, hey, makker alles goed nee, nee. lang geleden <laughs> nee zo ben <laughs> <laughs> ik dat niet dat weet, weet, weet jij iets voor te wonen en ja, voordat ik het wist konden we bij Frans en Arjan logeren in een bunker in een bunker uh, wat well, Allee, de, de bunker was basic. Maar het appartement van Frans en Arjan, Het uitzicht maakte. Veel goed. Hè? Maakte veel goed. een plaats om te zijn. Um, dus ja, tof. Allee, te, 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 Om er te, allee, te zijn, mooie wedstrijd en zo. Het, 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 het resultaat was, uh, was. niet wat ik ervan van, van, van verwacht had. Maar, maar goed, ja. Het zij zo. Ja. <laughs> maar op zich wel. Een beleving toch? gewoon een schone setting toch? Met die bergen? Uh, ja, ik denk dat het een Ironman is die, die het beste uit die uh, enquêtes en zo, alleen het bevraging komt achteraf. Um, ik weet niet of veel mensen dat invullen. Ik alleen maar als ik heel, heel ontevreden ben, dan zou dan, 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 dan ik me daar nog eens verder. Maar dus, um, ja, ge, gezwemd in een, in een bergmeer tussen de besneeuwde toppen, um, fietsen is. Ja, Zwitsers parcours. Eigenlijk niet super, ik heb dat ook gedaan. Nou ja. Niet super lastig, maar wel. Ja. Dat, het is nooit echt, moet moeten het zeggen, het is geen kool of zo. Hè. Nee, nee. Het is klimmen en je doet wel wat hoogtemeters. Maar en, en... Eigenlijk als wij gingen rijden, had ik dat nog niet door. Maar als je aan het fietsen zet, zie je ook echt wel de sneeuwtoppen. Maar, ah ja. Dat hangt ook wel een beetje van het weer af of je, of je ze effectief ziet. Uh, en dan ja, lopen was in, was in, in het stad van toen, wat een mooie plek is. Uh, ik, ik hoorde van, van mijn exportmanager die in Zwitserland gewoond had, uh, dat toen hun bestemming was in de weekends als ze uh, er wel op uit En die, die ah, ja. woonden in, aan een andere meer, dus het moet wel zijn dat het een schoon plaats is. Ja. Uh, ah, ik heb toen aanschouwd als uh, supporter/slash training stage. <laughs> uh, ja, uh, jij ja, ja, hebt wel uw, een, een goede week gehad, lijkt mij. Ja, het ding was, um, ja, ik had met fiets, alleen omdat we met mijn auto waren gegaan, was het geen probleem om een fiets mee te nemen, omdat we plaats genoeg hadden. En ja, normaal gezien, als je met de vlieger gaat, is dat voor mij echt al moeilijk om te zien. Wat ga ik allemaal meepakken, en is dat besparen op kleren om meer materiaal te kunnen meepakken. Ja. En nu was dat het hek was van de dam, alles kon mee. Alles inladen. Dus alles inladen. En ja, ik dacht dan, ja, als we naar de bergen gaan, zou het zonde zijn om. Ja, daar niet te gaan fietsen of ja. niet te gaan lopen. En ik denk als we daar zijn aangekomen, heb jij een route gemaakt? Of had al een route gemaakt op voorhand? Ja, ik had een route gemaakt, maar dat is zo bij mij traditie. Als ik, met Stefan was dat ook altijd: als we zo aankomen ergens, dan wil ik altijd een trail loopje doen. Dus we probeer ik zo wat het, het mooiste van de natuur te doen. We hebben dat ooit eens een keer in, in, als we naar Ironman, Texas gingen. In... In Dallas Center geprobeerd. Dat was ze wat meer op zo'n open riool dat we toen uh, gelopen hebben. Um, maar Suzanne is dat altijd aankomen en even de, de benen strekken. Alleen, ja, ik had de toerken getekend van 10 kilometer. Ideaal dacht ik, zaten 500 hoogtemeters in. Ik dacht, wauw, dat zal wel een foutje van Strava zijn. Uh, dan liet ik mijn route zien aan Frans, die dan nog wat opmerkingen had over de route. Want hij vond dat er wat veel asfalt in zat. Mm -hmm. Dus uh, nog wat extra erin gezet. Uh, en we daar gaan lopen. Dat was toch uh, pittig. Hè? Ik denk dat we, dat we toch vier kilometer gestapt hebben. Ja, het was een tour van net geen negen kilometer, denk ik. Ja, uiteindelijk Zoiets. wel, ja. En inderdaad, ja, er is toch wel wat... Het was ook wat moeten, hè. Het was ja, het trappen trappen. Ja. En, ja, ja. Was... Maar wel schoon, hè, de brug. Uh... Ja, het was dan een hangbrug. Uh, volgens de Frans speciaal gelegd voor de Chinezen. Ja, dat stond ook wel... Vol Chinezen. Nee, vol Chinezen. boven, dus. Ja. Waar je ook moest betalen, eigenlijk. Wat we niet gedaan hebben. Nou, Frans had gezegd, als je eruit ziet als een sporter, denken ze meestal dat je een local bent en moet niet betalen, of zoiets. Ah, Missen, ja. dat hem zeggen. Ja. Um. Maar ik zag er, er wel Zwitsers uit. Ja. Uh, nee, dat was al schoon. En dan, uh, ja, een dag nadien, ik wou het parcours verkennen. Uh, de smalle die ook mee was. De Frans ook. En, en met vier zijn we dan het uh, ja. parcours gaan verkennen. Ja. Ik heb wel weer de kapitale fout gemaakt van mijn gravelfiets mee te pakken. En ik merkte eigenlijk dat zo op de vlakke stukken en de stukken vals plat naar beneden, dat ik echt wel moest harken om zo bij te blijven. Ja. En vanaf dat zo wat vals plat omhoog ging, of zo, zat ik eigenlijk veel comfortabeler in het wiel dan... En... Ja, ik was daar achteraf onder denk denk volgens mij heb jij je, je opgesmoord. Met die eerste hellingen zijn we wel nog redelijk hard opgereden. Ja, ah, echt. En... Ja, jij lost ook niet wat volgens mij duidelijk was. Maar op een bepaald moment moest je gaan los. Dat was wel een grappig beeld. En dat was ook zo: dat was een boer die was aan veld aan het ontploegen. Ja. En daar hing je echt grote roofvogels rond. Maar dat leek dat die boven u gingen. Ah. <laughs> <Ja, lacht> <ja>. ik, <laughs> ik dacht echt dat, van Bobby. Ah, wel, maar die, die klim waarop op dat ik gelost was, daar is dan even later, en ik was gelost en uh, dan is er een een tractor met zo'n hooi hooibalen, ja, ons gepasseerd. Ik ben dus in het spoor van die tractor. Dat was die klimvlakte zo even terug uit. Ja. En ik ben terug tot op 30 meter of zo van hulle achter die tractor gereden. En dan dacht ik, ja, ik dacht zoals willen voorbij te rijden achter die tractor, maar ik, ja, ik kon niet zien hoe ver dat we er nog van hulle af zaten. En ik zo, ja, aan deze stempel voelde ik echt niet dat die rap rijdt dan, als je nee, daar zo nee, achter hangt. En ik dacht, ja, dat gaat onmogelijk zijn om, om die mannen toch nog... En ik ging er dan van achteruit en dan zag ik Ulen echt zo ja, niet ver voor me rijden. Ik dacht, fuck, ik had er nog moeten achterblijven. Het was wel goed geweest als ik ze toch nog Ulen achter een tractor gepasseerd was. Uh, maar ja, vooral, uh, dag twee denk ik, was het Koningingerit. Uh, de Smallen had een route gemaakt. Ja, naar nou, een of andere klim. Het was, ja, ik denk dat het een hoogste klim was dat je kon doen in de buurt of zo. Dat... Oh, ja? Uh, en ik had zo voor mezelf als doel, vier dagen of vijf dagen Zwitserland, ik wil sneeuw gezien hebben, of ik wil boven de sneeuw gezeten hebben. Um, en well, dat was, wat was dat, 130 kilometer, met denk, 1900 hoogtemeters of zo. Ja, zo denk ik. Maar het was wel 1900 hoogtemeters, zo goed als in één keer te doen. En dat was, dat was echt een monsterlijk lange klim... Uh, ja, de... ik denk dat je twee uur aan het klimmen bent. Ja, ik, ja, ik heb een uur 48 of zo geklommen. De smalle... Een uur. een uur? 25. De smalle was ongeveer een half uur rapper. Oh ja, uh, zijn, ja. Eén met zijn koersfiets en twee met zijn conditie. Ja. Uh, maar... Maar ja. Wat, ook wel grappig, want jij was dan nog niet binnen. En uh, ja, de, de, we begonnen toch... Uh, niet ongerust, maar uh, er werden toch al wel wat, wat vragen gesteld. Uh, en de Frans is trots lid van een of andere helikoptervereniging in Duitsland. Ah, ja, ja, dat is een soort verzekering dat hij heeft, dat als je problemen hebt, dat ja. ze je evacueren met een helikopter. En ik was al aan het zeggen, moet ik de Bobby nu nog grap lid proberen te maken, <laughs> en dat we dat gaan kunnen. Dat we dat kunnen <lacht> compenseren. <lacht> ja. uh, maar nee, het ding was ook op voorhand, de smallen ze die route aan de Frans getoond, denk ik, en de Frans vroeg aan mij, zo, ah, wat ga jij doen? En ik had terug, het zijn dan de smallen, maar gewoon op mijn gemak. Ja. En de Frans in antwoord echt zo van: wat had je gezegd tegen een kindje als hij zoiets gaat doen? Zo van, Met dat gaat u nu lieken, ze jongen. Allee, zo, zo kwam dat over. <laughs> uh, en dan dacht ik wel: Frans, je hebt het wel tegen mij. Hè? De, ja. Um, maar het ding was: ja, op zich gewoon een route. Maar ik denk dat de Fransen wat bezorgd was over het weer in de bergen, vooral. Uh, ja. De, want ze gaven daar wat regen, zeker in de namiddag en zo, kou. In de namiddag regen daar altijd volgens de Frans. Ja, ik moet wel zeggen. Sneak Alleen daar. <laughs> uh, ik heb dus ook gemerkt, uh, dat was eigenlijk de eerste lange rit van de stage dan. Uh, maar dat ik, ik ben niet gestopt aan een winkel. Uh, normaal, vroeger, als je zo in groep fiets, dan stopt je altijd wel eens uh, na een uur of vier aan een winkel voor. Uh, uh, Sparken in de les in. Uh, uh, Ja, voor, voor wat. een cola te kopen en iced tea en, en ja, wat wafels of zo. Uh, maar Voeding had ik genoeg mee, maar ja, vocht niet echt. En ik dacht zo: ja, bovenop de berg in de bergen kun je meestal niet mijn, uh, mijn, mijn bankkaart betalen. Ik had geen cash geld mee, dus ik dacht: kijk, Boldenberg nog wel af uh, en daar zal ik dan stoppen voor je te kopen. En dan, ja, ik, ik was dan beneden aan het het gaat nog een wel wat verder. En dan zo nog eens achter een camion gaan een kilometer of tien uh, op een of andere Zwitserse bergweg. Um, en ja, dan, uiteindelijk kom je zo op het punt dat je nog 20, 25 kilometer van huis bent. En dan denk je ook, oh, dat krijg ik nog wel getrokken. alleen zo dat gaat mij wel lukken. Je uh, weet wat ik bedoel. Ja, ja ik heb het al lang het uh, En eigenlijk is dan een vorm van luiheid, ja, van niet ja, ja, te willen stoppen. Exact, ja. En uiteindelijk, het kwam erop neer, ik, ik was toch redelijk goed gekookt... Uh, ben ik op een kilometer van de Franse appartement toch gestopt aan een winkelje, aan het laatste winkelje op de route, waar wij ook altijd naartoe gingen als we weten nodig hadden. Ah ja, ja. Um, en daar heb ik dan een cola en wat snoepjes gekocht. En dan, zo, dat is zo, precies zo, je eigen terug op hebben voor de thuiskomst. Ja, uh, maar ik heb het onlangs ook, ik heb het onlangs ook in, in, in Wiltseleputkapelle aan het moeten stoppen. Ik, <laughs> dat is, wat is vijf kilometer van mijn deur. Dat ik echt, echt, ook met het Inderdaad, met dat uit te stellen, en dat je dan denkt van, zeg maar, nou, fuck, het gaat ga wel nipt ja. worden, gaat misschien toch nog. Ik wel iets marginaal, dankzij zo, bij vlakbij in de buurt. Eh. En, hoe, hoe kwam dat, dat je aan dat dankzij... wat ja, waren je aan het doen? Ja, ook warm. Um, ook warm. Je hebt wel zo... Je, je hebt zowel punten... Ik weet in, in, in Gelre dan aan de kerk, kunnen water ja. pakken. Ja, kerkhoven altijd, hè. Op een kerkhoofd is altijd een kraan. Ja, ja juist. En dan... Eh, maar ik, ja, we blokken gedaan en, en zo. Ja, gedacht van, het zal wel, zal wel lukken, maar... Ja, ook, dat is echt, dat is echt een vorm van luid. Ja? Ah nee, ik weet het weer. Ik wou betalen met mijn horloge en dat was in zo'n uh, zo nachtwinkel. En die madame zei dat dat niet werkte, maar volgens mij werkte het wel. Ik had dat gewoon nog nooit gezien, denk ik. Ah ja. Ik kon betalen met een horloge. Ja, als je contactloos kunt betalen... Zo mijn kaart erop te leggen, kunnen we je, je leven? Ja, natuurlijk, ja, die, 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 die wou niet dat ik dat deed, en dan was ik, ja. dan ben ik daar weg, en dan dacht ik, ja, oh, dan stop ik niet. Ja. En dan is niet thuis geraakt. <laughs> en wat een training was dat? Pff, geen idee, Het zal wel blokken geweest blokken ah, okay. ofzo. Ja. Uh, ja, de, 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 de dag erna, na de lange rit, denk ik, denk ik, met Ariane gaan uit te maken. Ja, alleen Ariane vroeg, zo s'avonds. Eh, jongens heeft er iemand van jullie morgen misschien zin om te gaan mountainbiken met mij e mountainbiken e -mountainbike, ja en ik dacht ja in Zwitserland waarom niet ja, ja ik dacht ook doen ja ik kon niet uiteraard <laughs> nee nee, niet, nee. maar al snel uh, merk ik zo wat dat zowel jij als de smalle zo wat met mij aan het lachen waren van ja Bobby ga jij dat overleven alleen meer in de zin van je weet toch hoe goed dat Arjan kan mountainbiken ja Arjan vijf keer Cape heb ik gewonnen op het uh, podium van het WK marathon is staan. Ja, ja, vooral de smalle was, als wij waren gaan loslopen, was die met de Frans gaan rijden. De Frans met zijn mountainbike. En de mm -hmm. Frans reed nog wel stevig naar beneden al. Dus op de weg, hè? Op de weg met zijn mountainbike. Dus uh, ja, daarmee, dat we, allez, en ik weet ook, zeker als je met een volgeveerde fiets zou rijden in een wat rotsig gebied, ik dacht ook wel, ja, als Arjane de e mountainbike pakt, gaat het wel. Ik had het wel stevig zijn of nee. zo. Ja, het was wel. Ik denk van Mountainbiken het meest uitdagende dat ik in mijn leven al gedaan heb. En het was eigenlijk wel tof, want. Um, super raar gegeven. Also, dat e-Mountainbiken. Jij zei al van. ja Je gaat echt nog wel moeten trappen. Allee, dat... Ja, tuurlijk. En um, Ik had mijn wattagepedalen erop gezet. En ik had op die rit trapte ik inderdaad niet heel veel minder. Als, uh, nee. qua gemiddeld wattage. als wat dat kreeg op die rit met mijn gravelfiets in, in de ja. bergen. Hè? Dat... Het is ook omdat... Uh, even, even, even reclame maken, maar het is, uh, het is een... Ja, een het was een Norbea. Dat is een reis, inderdaad. En dat is, dat is gewoon een, een lichte e-mountainbike, wat wil zeggen dat dat heel natuurlijk trapt, maar dat je ook effectief nog wel wat moet trappen. Uh, mm -hmm. dat, dat, dat is geen bom onder u, tussen uw benen, waar je benen, waar je overal mee opknalt of zo. Nee, nee, nee. Uh, maar uh, het viel me... Wat ik wel zot vond doordat dat elektrisch is, je rijdt echt stukken omhoog, superstijl op tracks, waar je met je gewone mountainbike, zelfs een goede mountainbike, nooit van zijn leven zou boven geraken. En waar je vaak ook gewoon de adem niet voor hebt. Ja, inderdaad. De stukken die zo stijl zijn, dat je gewoon aan het patineren bent met je achterwiel tijd, en het gevoel hebt van ik ga achterover gaan, als ik, die worden allemaal gelimineerd. Maar ook zot vond ik, naar beneden rijden. Ik heb echt dingen gedaan waarvan je zo op voorhand denkt... Amai, deze, dat is levensgevaarlijk. En het was de allereerste keer in mijn leven dat ik met een foolie rij, met een dropper. En ja, wat is dat, 140 mm veerweg of zo? die reis, ja. Uh, ja. Die reis, ja, dat was echt... Daar reden we over alles over. Gewoon dat, uh, en met zo'n dropper, dat is echt zot wat een verschil dat dat maakt. Ja, je zadel in je buik hebt? Ja, dan... nee, nee, dat is inderdaad. En ook, ja, je moet daar rekenen, jij komt van een gravelfiets. Ja. Dus je zet zo gewoon om elk klein steentje te voelen, te ontwijken en zo te denken, oeh ja, en met zo'n volgeveerde, zo ineens, oh, ik kan gewoon overal overrijden. Maar ook niet eerst, zo... ik moet niet eens met wiel even. Ah, ja, zo'n wortels die uitsteken waar dat je in een toertocht, op een toertocht over denkt, van oké, okay, ik moet zien dat ik die wortel dat ik er dwars overrijd. want als ik te schuin, dan sliep het erop weg en zo allemaal geen probleem meer nee, hè? Nee, nee. Je, je rijdt er echt en je voelt dat zelfs bij dan niet. Dat, dat is echt zot. Ja. En ook omdat die grotere schijven hebben, denk ik, die fietsen. Ja. Dus je, ja. Dat Je kunt op zo'n stijle stukken hebben. Op moment dat je mountainbike kunt zo in een hebben dat je een afdaling doet en dat je denkt: oké, okay, als ik nu echt moet stoppen en stilstaan of hè, als je weg biedt 90 graden draait, dat, die singletrack. Ja. Ja, dat krijg je niet gestopt. Nee. Maar daar, overal waar dat gewoon stoppen, kunnen daarmee stoppen. Dat is echt een openbaring die je fiets. Ja, niet normaal. En ik, ik, heb het, ik, ik snapte het niet hoe zo de hype rond, waarom dat mensen dat zouden kopen, een e een bike. Ik moet wel zeggen, ja, als ik in Zwitserland zou wonen, dat is de eerste dat ik zou kopen, denk ik. Ja, um. ja zeker daar. Ook, dat was dan bij u ook al uw, uw, uw derde dag. Ja. Allee, ja, je hebt er gewoon veel meer deugd van als je. En je kiest zelf hoe zwaar het maakt uiteindelijk ook. Hè. Ja, ondersteuning inderdaad, en, en, en. ja, inderdaad, maar ook, um, je kunt echt zeggen, uh, de Jens heeft dat bij ons eens gezegd, dat hij zo'n e dat hem dat interessant vindt, omdat je eigenlijk op een rustdag techniektraining zou kunnen gaan doen ofzo. Ja. En daarvoor, oh ja, dat kun je daar inderdaad echt perfect mee, je kunt Kevin naar beneden rijden, zonder dat je eigenlijk naar de klote rijdt ja. in de berg op. De, ja. ja, tuurlijk. Ja. Uh, maar dat, ja, dat was wel een openbaring. Uh, en ja, ik denk dag vier was de wedstrijd, niet? Uh, ja, klopt. klopt. Uh. Uh, ja, het, het toffe was... Ik was er al een paar keer gaan zwemmen met Arjan in het meer. De, de eerste keer was dat we gaan in te zwemmen van de golven. De, ja, dat ik ook... Maar, en ik, ik zuste mijn eigen altijd met... Maar ja, als morgen is vroeg... Gaan je gaat geen, kalm zijn. ...gaan daar geen golven zijn. Uh, ja, totdat we... Mijn fiets gingen, uh, allee, mijn bonden gingen oppompen en <laughs> het water zag. Was dat toch wel duidelijk dat daar geen vlak, vlak meer was? Uh, ik moest ook direct denken aan de roeiers. Want ah, ja. een meer verder is Luzern, waar de, op dat moment ook de wereldbeker, denk ik, uh, roeien was. Dan dacht ik, als ja, ja, je daarin moet roeien, ook wel niet. Mm -hmm. allee, niet niet simpel. Ik snap ook niet van waar die golven komen of hoe dat, dat, ja, hoe dat, dat kan. Maar. Ja, ze, wa ze waren wel degelijk uh, aanwezig. Uh, ook nog aan was: was een keistrand. Dus zo ging ze wat moeizaam. Het, 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 wa ah, ja, het water in, het, ja. Het water in. Ja, nee. Um, water was 18,8 graden. Wat, wat wel ideaal was om met wat zoet in te ja. zwemmen, vond ik. Uh, ja, wat kan ik over het zwemmen zeggen? Ja, het duurde lang. En het was, uh, <laughs> te lang? Het was 400 meter te lang. Uh, wat ik wel ergens door had... Mijn, mijn horloge trilt zo elke 500 meter. Mm -hmm. voel je dat echt? Ja, je voelt dat, het is niet dat je dan zo gaat tellen. Ik zit hier, ik zit uh. hier of zo. Je weet op het einde... Je, je voelt dat trillen en je denkt, ah, dat zal de laatste keer zijn. Maar dan kwamen er nog twee keer, had ik wel door. Het is, het is wel wat verder dan, uh, dan dat ik dacht. Ik vind dat zot dat je dat voelt. In zo want ik heb als je gaat lopen, bij de meesten staat dat op de ki elke kilometer trillen ja. en biepen. Ja. Ik heb echt superveel kilometers eigenlijk dat ik dat mis. Dat ah, ja. Ik, ja, gewoon omdat je daar niet aan, aan het denken bent of zo. Uh. Ja, je moet rekenen, Bobby. ik ben niet echt op mijn gemak in het water. Alles wat ik voel, is ah, ja. zo... Het huh. zal <laughs> toch geen vis of zo zijn. Uh, het grappige was, ik, uh, ik had samengezwomen met een Spanjaard. Tof was lang geleden dat ik nog eens gezelschap had in, in, in het zwemmen. Uh, maar die mensen dat, we uh, waren eigenlijk vertrokken en die, die was meegaan, maar die was uh, beginnen te zo beginnen mm -hmm. choken. Dus die was echt gozer aan het zwemmen en zo. Ik had zo, ja, dat die in ademnood zat. En uh, dan is die terug, vond hij terug zijn ritme en zat hij bij mij, wat ook wel iets zegt over mijn uh, mm -hmm. startkwaliteiten. Um, alleen die mensen die, die had niet goed opgelet bij de briefing, want die pakte elke boei verkeerd. Um, ze, hadden, ze hadden gezegd: Je gaat uh, een boei rechts pakken en dan alle andere boeien. Het, zijn geen, uh, uh, het is niet voor rond te zwemmen. Nee, het, nee, is het is indicatief. Niet, het is indicatief, maar je moet ze wel langs uh, rechts pakken. Dus als ah, ja. linkerschouder. En die zwom altijd het omgekeerde. En er was zo'n uh, wedstrijdcommissaris ja, die zag dat gebeuren. De eerste keer had hij nog zoiets van: uh, Was hij wel aan het fluiten? Zo? Ik altijd aan de andere kant. Maar... Ja. Uh, maar op het einde begon hij echt zo'n zo boot dwars te zetten. Tegen die boei en die, die Spanjaard werd ik echt kwaad op. Maar ja, dat was echt... Dat was, uh, dat was nog wel grappig. Maar dan, ja, de golven kwamen links. Je zwemt helemaal weg. Ik adem rechts. Ja, ik zag dat puil en Ik zeg, ja, als een beet gaan we hier draaien. En bij elke keer dat ik kom ademen, water in mijn pakkes. Uh, en zo was het ook. Het was, het was, ik vond het heel moeilijk om te zwemmen. Normaal... Ik, kan ik daar ook echt nog wel in van genieten. En is dat oké, dat duurt lang en, en ik ben daar niet goed maar dat, 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 dat heeft nog wel... En nu was dat echt, was dat echt werkendag en was dat ja, niet plezant eigenlijk. Um, ik, ik, ben, ik kwam dan ook nog... kwam uit het water en die, die Spanjaard was helemaal ontmoedigd van zijn zwemtijd te zien. Dus die <laughs> dacht zo... Oh, I, I never swam the, that bad. And, uh, ik dacht, oh... Ik, ben, uh, <laughs> ik lag er niet wakker van. Maar die, die, uh, die was dan echt zo. als een razige in de wissel. Die, die liet zijn kousen. Die had kousen ook klaar liggen. Want die zat dan naast mij het bankje En die, uh, die deed hij die niet aan om tijd goed. Maar dat ik ook dacht: 10 seconden dat je daarmee wint. <laughs> ja, die, die, we zijn die een tijd al kwijt. Hè? Dat, dat maakt niet uit. Um, dan beginnen fietsen. Ik, ja, ik, heb wel, ik heb wel 7 kilometer moeten rijden eer ik hem terug had. Uh, eer ik er uh, terug bij was. Fietsen ging goed. Um, alleen konden. Ik, ik was dan op het einde van de eerste ronde. Was ik bij een groepje gekomen. Uh, van een man of 8, 9. Juist een stuk dat zo wat beraf ging. eigenlijk ideaal. Um, maar dan draaiden we en dan was het terug bergop. En dan ja, dan reed ik daar eigenlijk iets te gemakkelijk van weg. En dan, ja, dan kom ik in, in niemands land eigenlijk. Ja. Dan zitten ze zo tussen de, 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 de time gap van de profs en de, en de, de age En dat een beetje de. Ja, ja, je, je ziet niks meer voor u, er, er is ook niemand meer om, om met u samen te rijden. Dus uh, um, ja, dan is dat vooral zo me mentaal zo spel. Je, je begint dan ook wel atleten te dubbelen. En je denkt altijd zo, je ziet in de verte, en je denkt, oh, ja, dat, zal, dat zal een van mijn categorieën zijn. En dan komt er daarbij en oh, weer een dikke Filipijn uh, <laughs> met een dure tijdritfiets. Um, dus uh, ja, maar goed, dan. Um, ja, op naar de, op naar de, naar de marathon. Nu, als ja, ze gaven, ongelooflijk warm weer. Die dag. Dat was wel echt niet normaal, moet ik zeggen. Ja, en het ding is. Ja, nee, ik kan daar niet goed tegen, tegen de warmte. Maar ik, als het warm is en zo, ik, ik ben daar wel heel veel mee bezig. En ik train er hard in. En ik ga me altijd voor en aan mijn training wegen. Ik vind dat heel tof om daar, om daar ook over na te denken. Om dat te... Dus op die moment ook, je, je begint dan die marathon. En je hebt niet zoiets van. Ah, ik kan niet tegen de warmte, alleen zo moeten je daar ook niet aan beginnen. Mm -hmm. Dus ik had, uh, Stefan had gezegd, Witte loopt, loopt in tour en zoekt u stukken uit waar je zegt, daar wil ik doorlopen en zoekt u stukken uit om het kalmer aan te doen. Wat logisch was, was eigenlijk in de, de stukken waar ik schaduw had, dacht ik, ah ja, daar ga ik echt goed doorlopen. Dat waren dan ook zo de stukjes in de bos en zo. En, uh, en de stukken echt vol in de zon ging ik gewoon hoe, hoe bolle. Um, en dat lukte wel. Ik begon te lopen. Uh, ik kreeg ook direct een fietser mee, met plakkaatjes is... voor mij. Uh, en ik dacht, ik zo van... Oké, okay, ja, die hadden zich... Die dachten dat ik de eerste nadeschopper was. Pijnlijk, maar goed. <laughs> ja, dus uh, toen ik ook even Eric kon zien wat er op zijn plakkaatje stond. Uh, die mensen had ook nog maar 15 kilometer... Na 15 kilometer had hij dat door. Want ik zag hem zo kijken naar mijn nummer en dan zo nog eens kijken. En dan verdwijnen. En dan zo... Dan zo oh, en, want die had mij zo ook zo wel aangemoedigd en zo. En zo gezegd van... ja, ah, oh maar je loopt echt snel en het ziet er echt goed uit en zo. Ineens, omdat je dan prof zet, is dat niet meer. dan. ja, ja. ja. Dus ja, die was dan weg. Um, maar goed, de bevoorradingen waren wel super. Op elke bevoorrading ijs, wat je normaal... Zeggen ze dat altijd wel, maar dat is niet zo. Ik uh, snap dat, ook dat dat praktisch niet altijd even makkelijk is. Dus ik was eigenlijk daar wel goed mee bezig. Van oké, okay, afkoelen, uh, altijd ijs in je pak doen, uh, genoeg drinken. Uh, alles wat ik, wat ik gewoon goed mee bezig was. Maar het rare is aan de, aan de warmte... Je, je merkt niet... Van, ah ja, oké, okay. um, het gaat wat moeilijker. Je kijkt gewoon naar je horloge en je ziet, ik ben traag aan het lopen. En je denkt, ah ja, het zal een moeilijke kilometer geweest zijn of zo. Of, of slecht gps-signaal. En de volgende zie je dat weer, en dan zie je dat weer. En dan heb je door, ja, ben... ik ben opgerookt. Hè. Allee, het is, het is... En, en ja, dat, dat is zo'n vies gevoel, want je... Ja, met vel en zo, dat dat, ja, door dat ijs en zo, je het je, koud en je weet dat je, je afkoelt, maar van binnen zijn ze gewoon aan het koken eigenlijk. Hè? En, en toen, was het, ja, toen was het eigenlijk gedaan en dan is dat. Dan is de dat... lange leidersweg naar de finish. Ja, maar ene dat er veel hebben afgelegd, hoorde ik achteraf ja, maar... ja, dat... En zag we ook gewoon aan de looptijden dat dat, ja, dat, dat heel moeilijk was. Bij mij heeft de, is de, ja, er waren er dan ook echt plekken waar je zo douche had en daar ben ik even wat langer onder blijven staan en dan is zo wel wat iets Of wat gebeterd, maar het is toch. Uh, ja, dat is, dat is toch echt. Uh, zwaar afzien. Hmm. Uh, plus ook, ge, ge, op een bepaald moment heb je dan ook door dat het, dat, het, dat het niet de wedstrijd gaat worden die je denkt. En je bent de hele tijd al zo bezig van. ja, maar. Hey, hey. Je zei je, je eigen nog zo. Moed aan het inpraten, wat je ook moet doen. En dan ineens het erdoor. Oh, niks daarvan gaat uitkomen. Het is gewoon niet goed. En je zei. Je je bent verloren uiteindelijk. Hè? Ja, is het is eigenlijk echt nog wel lastig om, om aan de meet gewoon te geraken. Ja, ja. ja ik, ik weet dat dingen, de Ruben punten die kwam als eerste ja. van de fiets. Ja. En die was echt, was, 10, 11 minuten weggefietst van iedereen. Ja, klopt. Ik weet dat ik tegen de smalle zei, ja. Mocht nu een goede fietser zijn, maar zo, 10 minuten wegfietsen van iedereen, dat gebeurt toch, bijna nooit nooit meer op een Ironman. Nee, klopt. Uh, iedereen fietst deftig tegenwoordig. Ja. Um, profetische woorden bleken, want ja, die storten ook wel historisch in. Ja, uh, Ja, uh, inderdaad. Het, um, was ook, het was ook wel raar, want uiteindelijk, ja, de, de Pieter stelde dat voor van Zwitserland, ik dacht, oh, ja, Zwitserland, wat is de kans dat, 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 het daar daar, super warm dat het daar 35 graden plus gaat zijn? Uh. Ja. <lacht> <lacht> en dat was ook maar just die ene dag in de ja. week, hè. al die andere dagen, was oké okay, en was, was niet zo broeit <laughs> als het daar was. Um, dus ja, hoe ja, moet ik dat zeggen? Weer een ontgoocheling rijker of zo. Ja, het, is, <laughs> um, ja, het was toch... Uh, ja, het was geen, het was geen, het was geen goede wedstrijd, ik zal het mm. zo zeggen. Uh, je bent dan een week later... Eigenlijk, de dag na thuiskomst, dat jij naar Nederland vertrokken. Ja, hey, het beste van de dag moest nog wel komen, Bobby, want we zijn dan nog s'avonds gaan zwemmen. Gaan zwemmen, dat is juist, ja. Maar wel, na zo'n... Hé, Jellewaard ook echt wel gekookt. Ja, vooral ken het als je zo een hele dag in zo warm, semi -vochtig, zo'n warm, semi-vochtig zon. Dat ziet zo in je lijn. Ja. Je, je voelt je zo plakken. Je, je vindt zo geen comfort meer in je kleding. Alleen zo dat, hè, dat duiden dat, dan. Hè, dat, ja. Je hebt zo het gevoel dat, dat overal waar je gaat, als je tegen de muur gaat staan en je komt en je leunt even tegen een muur. Dat, dat de plakkerij aan uw lijf blijft hangen zo. Dat, <laughs> dat kun je wel hebben, hè. Um, en ja, inderdaad. Ik denk dat Ariane voorstelde van nog te gaan zwemmen s'avonds. Uh, en ja, ik vond dat echt wel een goed idee. Ja, uh, ja. ja het was ook echt wel zalig. Dat was, uh, een dubbel swim day ook voor mij dan. Ja, en vooral, ja, wij waren aan het zwemmen. En je hoorde nog zo in de verte die speaker nog mensen binnenhalen. Hè. Ja. De, uh. ja, inderdaad. Uh, maar dan in de... Ja, de volgende dag uh, thuisgekomen, uh, andere fiets gepakt, naar Holland gereden, de dag nadien. Ja. Uh, met, de, met, de, met het gezin en ook weer al met de smallen mee. En we, gingen, we hadden daar op uh, zondag de Gravel 150, noemde dat, van de UCI-series in de dingen. Want ik wou me nog kwalificeren voor het WK en ik wou daar niet nog eens in valise doen. <laughs> uh, dat vooral. Um, ja, tof was dat we daar op tijd waren konden ze al wat stukjes doen van het parcours en um, uh, ja, schone wedstrijd eigenlijk. De um, grootste tot nu toe dus dat wil zeggen dat ze, uh, ze hadden 1200 inschrijvingen eraan. Uh, ja um, ja, het, het, het probleem met, het, met de gravelseries is er, er is wat commentaar op de startprocedure en zo. Maar het is ook niet gemakkelijk. Je kunt geen 1200 man te samen laten starten en na 100 meter een singeltrek insturen. Mm -hmm. Dus hebben ze een startprocedure, zijn de eerste, het eerste vak voor de VIPS. Uh, wat denk ik, 40 man is. Maar en de VIPs zijn dat dan bekende mensen? Zijn dat pro Combinatie, Wat is dat? Zijn combinatie, dat influencers? Een combinatie van de twee. Ik denk dat ik had gestuurd dat ik ook in het VIP-vak had mogen starten. Ah, ja. um, dus die starten en dan achter, daarachter staan de, de, de grootste agegroep, die van uh, 19 jaar tot uh, 34. Um, die vertrekken in één in wave. Dat is... Dat is well, pakt 450 man. Vijf minuten later vertrekken alle vrouwen. Dat gaan er een honderdtal zijn. Ah, ja. Uh, en dan nog eens vijf minuten later start mijn age group die van 35 tot 39, wat toch ja, ook al 250 man of zo, dat vertrekt. Um, ja, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het leuke is, je, je rijdt voor je plaats in je age group voor je ticket mm -hmm. te krijgen. Dus ja. daar hoort er wel een beetje bij. En ja, op die manier hebben wij ook echt wel, je hebt wel een de wedstrijd. Koers, ja. ja het probleem is. Um, ik wist al, ik wist dat, maar er twee van onze agegroep zijn bij die vips gestart en rijden dus tien minuten voor ons. De, wa, wa, wow. Wat raar is, want wij rijden echt een koers, een afval ja. een koers. En je weet eigenlijk niet die twee voor ons zijn die sneller aan het rijden, of, of trager aan het rijden. Of, of hoe zit dat? Uh, en dat was in nog andere leeftijdscategorieën, was dat ook wel hetzelfde probleem. Uh, ik geloof in de uh, categorie 40-45 daar bleven ze met twee over daar hebben ze gesprint voor de overwinning uh, maar bleek dat er toch iemand bij de vips was gestart die sneller gereden had dus ah, ja, ja. wat ook logisch is er dat je sneller rijdt gaat gewoon ja je haalt niemand in je, je haalt... zit nooit vast achter een iemand anders en je hebt gewoon een veel breder peloton waar je altijd wel een, een snel groepje vindt ah, ja, ja. Ja. Um, maar mijn wedstrijd ging ging ja, ça va wel eigenlijk dat is het is wel, um, ja, in, het is daar zo vlak als iets. Hè. Na, na zuid was dat even afkikken van de, van de bergen. Maar um, ja, het parcours deed mij een beetje denken aan: aan denk als je nu het parcours van Hell van Kasterlee gaat rijden in de zomer, dat dat er hard op lijkt. Zo, af en toe wat wat Mulder zand en wat bospadjes. Um, ja, het, het, het zotten is: je hebt ja, met een peloton van 200 man, maar ja, er is niet zoveel plek natuurlijk is dus in het begin is dat echt nog wel zot veel wringen. Mm -hmm. um, dan is dat zo'n afvalingsrace. Uh, ik denk dat we uiteindelijk met een man of 25 overschoten. Maar dan kwamen wij bij de kopgroep van de vrouwen. Die, ja. die vijf minuten voor ons waren gestart. Ja. En ja, het vrouwenwiel, dat wordt heel anders gereden dan wij ons. Want je zag, die vrouwen die waren eigenlijk echt gewoon aan het wachten... Want wanneer komt die eerste snelle groep bij ons? Om aan te pikken. En dan begint onze koers. Want ja, de, die, die ga kunnen volgen, ga. Gaat... Ja, ja. Dus ja, wij waren nog maar maar 25. Wat, allee, neem het van mij aan, dat was al een sletageslag geweest. <laughs> we, hadden, we, hadden al, we hadden al 50 kilometer gevrongen en, en elkaar binnenkantje bocht. Allee, iedereen zat zo op zijn plaats. En dan kwam er een vrouw erbij. Die ik, en ik verschoot daar echt van. Die smeden ze je er ook echt wel tussen. En allee, dat waren precies ook zo'n andere etiketten. Was dat nu, omdat ik al redelijk de nek afgereden was. Hè? Uiteindelijk hadden we al vijf minuten dichtgereden. Dat was ook, Dat was ook Marianne Vos. Dat was niet. Ja, dat, nee. dat was ook allee, als, die, als die een keer binnenkant bocht doorkomt. Je, je denkt toch ook wel even twee keer na voordat je. Die de kant niet red <laughs> ja begint dat te schijten. Uh, en uh, ja, een, van die, een die van die vrouwen is daardoor ook redelijk hard gevallen, gewoon omdat die, die telkens als we dan naar zo'n stuk in het veld gingen, wou die nog heel veel plekken winnen. En schoten die daar zo nog wat tussen. Uh, en ja, remmen in een bocht op gravel gaat meestal niet goed. Um, uh, uiteindelijk zijn we uit onze groep weggereden. Ja, is zat zo, zo wat in wires getrokken. En dan schoten we met vijf man over en één vrouw. Dus uh, uh, Paulina, Paulina Rooijakkers was dat, die dan de wedstrijd mm -hmm. heeft gewonnen. En die heeft mij echt de laatste tijd niet volledig doodgereden, dat <laughs> geen naam had. Um, ja, die zei op een bepaald moment ook zo, wou ze niet meer mee overpakken, <laughs> omdat ze onze wedstrijd niet mee wou beïnvloeden. <laughs> Terwijl, ja, onze wedstrijd was al lang gereden. Hè, dat, um, dus ja, ik, we zijn dan, ik ben dan uiteindelijk zesde geworden in mijn categorie, waarvan er dan twee voor ons gestart waren, dus... Ja. Wat? Dus vierde in je eigen koers, eigenlijk. Ja. Vier, ja, vierde in mijn eigen koers. En uh, ja, zes dagen na de Ironman was ik daar best wel blij mee. Um, het rare is dan ook... Ja, je zit dan eigenlijk vierde in je eigen koers, maar ze, ze zwieren nu toch gewoon niet in een algemene uitslag. Dat, dat is inderdaad wel een beetje vreemd, en, hè. Dat... Dan, ja. wat, wat, Want die mannen die bij jullie winnen, die denken wel dat ze winnen. Ja, en... Weet je, die, die van, van onze categorie die dan bij die, in die, bij die VIP starten, ja, dat is ook gewoon de Nederlandse kampioen. Gravel racen, dat is gewoon vermeld voort, Die wordt daar vijfde. Ja, die heeft ook zijn plaats in die eerste box. Mm -hmm. Dus ja, we moeten die misschien gewoon elite noemen en niet. Ja, die die ligt ook niet wakker van dat ticket. Van, ja, die, kan, die kan als prof naar, naar, naar het WK. Die gaat niet. Maar moeten nu deze jaar eigenlijk, want vorig jaar was dat veel verwarring hoor, moeten als prof u kwalificeren deze jaar? Als je naar het WK Gravel wilt? Of? Weet... Ik denk dat eigenlijk nog altijd niet. Ik, ik, dus eigenlijk kan de bond, als de bond is ja. dus selecteert kunnen ja, gaan? maar ik denk dat de bond wel, en dat zou logisch zijn, als ze nu wel gewoon gaan kijken naar, oké, okay, Stappen eh, Odein, jij stelt je kandidaat om als elite te gaan, was vorig jaar. Oké, okay, wat heb jij gepresteerd in die in die wedstrijden waar er nu wel veel meer van zijn? Mm -hmm. En dat je, als je daar het goed doet, dat je dan wel recht hebt op die selectie. Maar ja, ik denk dat ze gewoon nog altijd. Allee, in die koers ook. Um, ja, dat is Michael van Toerenuit, dat is Eli Iserbit. Dat, is, uh, dat zijn die mannen dat daar van voor rijden. Dat is ja, ja, ja. zo'n hoog niveau geworden. Dat dat... Ja, dat's, dat's... En wie, wie wint daar uiteindelijk? Uh, ik, ik weet zijn naam niet, maar dat's, dat's zot, dat is wel Zotas en twee mannen dat gewoon heel die koers vooruit hebben gereden. En dan daarachter een man of 25, denk ik. Ja, vooral Zotas. Je dan hoort dat al de crossers... Al heeft toch veel van de kossers. Ja. Daar meedoen en zo. Ja, jongens, ja. nieuwenhuis, dat zijn, dat, zijn, ja, dat zijn echt die mannen dan. Uh, ja, dat, dat, ik vind het is wel. Het was, het was een heel leuk evenement. Het was, was super goed georganiseerd. Ik had er een beetje schrik van, want in Nederland is, is in de, zijn de, kunnen ze de weg niet zomaar afsluiten en zo. En is dat. Ik um, kan daar ook echt wel heel onveilig zijn. En ik had wel voor. Ja, mijn vrouw moet dan drie keer betonnen aangeven. Maar het probleem is, je ja, had smalle red, tien minuten voor mij. Dus dat. Dat is al niet zo gang. Ja, omdat hij in een andere agegroep ja, ja, tegen het einde gaat hij moeten zien dat ze. Gaat dan niet worden om die 10 minuten te halen. Als ze wachten tot de gepasseerd passeert. Ja, waarschijnlijk... plus het is beter als je altijd naar het volgende punt kunt rijden. Als je voor de koers nog zit ja. dan kun je niet achter de... Maar ja, als ik 10 minuten en de smalle wordt, hij is... ook niet mee met de eerste. Dus op den duur mm -hmm. zit kick al wel achter op de, op de eerste. Um... En ja, wat bij een gravelkoers? Je hebt vaak uh, mulzand, dan heb je een patje en dan heb je nog een patje en dan, ja, waar gaat er rijden? Dus uh, ik, ik reed patje en mijn vrouw stond uh, in aan, mulzand. mulzand, waardoor ik weer een bidon ben moeten gaan schooien. <laughs> wat zo on is, maar ik heb het nu beleefd gevraagd of ze een bidon over hadden en ik heb een bidon gekregen uh, ah, ja. van, de, van de verzorger in kwestie, dus... Uh, het, 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 de Gravel Spirit zit er, zit er, ja. is er toch nog. Het is in nog de... niet helemaal kapot. Uh. <laughs> nee, Vorige keer heb ik er gewoon in het handen geritst van een uh, Australiër. Ja. Uh, je hebt ook meegedaan aan het PK-tijdrijden. Ja. Ik vond dat een beetje vreemd dat je, als jij dat zei, dat je dat ging doen. Ja. Omdat je moet toch je fiets daarvoor ombouwen, niet? Ja. Uh. Uh, ja, nee, dat kwam eigenlijk dat was in, tussen Berthen, ja. vlakbij. Aan de fytometer zeg ik, dat je daar passeren en zo. Ja. Um, en zo pk-tijdrijden, ik had altijd wel zoiets van: dat is echt super lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Mm -hmm. uh, maar dat is, ook, dat is totaal niet lang, hè? dat is maar 16 kilometer, of hoeveel is dat? dat... Ja, dat is inderdaad. Dat is alleen een lange proloog bijna. <laughs> ja, en elk jaar denk ik wel: oh, ik wil dat nog iets doen. Zo zit ook zo'n een of andere mooie herinnering. Terwijl ik, vroeger kon ik dat ook niet zo supergoed of zo. Ja, en vroeger was dat toch ook zo, de meeste dat daar meededen. Die had dan zo in een oude koersfiets, of in een koersfiets van het jaar daarvoor, een tijdritstuur opgezet. Hij ja. had zo dat wat omgebouwd. Terwijl nu heeft toch iedereen wel een tijdritfiets. Uh, ja, uh, inderdaad. Maar het ding was, de smalle zijnen van, hey, het is in Bertum en zo. Weet je, ik heb nog een tijdritfiets in de kelder hangen. Ik ah, heb, ja, ik, okay. ik, ik heb de, de, de Joris van de Wolf Performance, die mij ondersteunt. Dus eigenlijk is dat voor mij niet zoveel moeite. Dus ik zei gewoon tegen Joris, hey, willen we dat eens bekijken, omdat u ziet legaal te zetten. En ik vond dat eigenlijk wel, ik vond dat tof om daarmee bezig te zijn. Uh, van oké, okay, hoe, hoe, hoe werkt dat tegenwoordig? En hoeveel scheelt dat met mijn Ironman-positie? Uh, wat blijkt nu? Je hebt, dus, je hebt dus nu nieuwe reglementen. Dus als je tussen een meter 80 en een meter 90 zit, of groter als een meter 90, dan moet je een uh, test aanvragen bij de UCI dat je een uitzondering mocht op, op de regels. regels. En dan mogen je ietsje meer. Dus, wat moeten we dan doen? Dan moet dan een dokter. Een dokter moet u meten en moet aftekenen dat jij... Een meter, meter 90 zijn. Ne, ja, bij mij een meter 83 ja. zijn. Maar dat, dat, is toch, dat is toch echt een super achterhaalde regel, want ze kunnen je hey, toch elke moment opmeten? Ja, ik, ja wel, maar, maar vroeger was dat wel, als wij dan, ik weet dat nog eens, wij, wij gingen ergens in, in Frankrijk rondekrijgen en ik had dan ook gewoon een stuk op mijn dingen gezet. En ik kom daarmee af aan die tijdrit. En die commissaris keurde mijn fiets af. omdat dat als Turken te ver. En die zei toen tegen mij. tenzij jij groter zet als een meter negentig. Ja, wat zeg je dan? Ja, ja, ik ben groter als een meter 90. <laughs> Dus. Ja, maar. Sorry, ze kunnen toch gewoon. gelijk dat je in het pretpark. de kinderen die een meter vijftig ja. moeten zijn. om op de achtbaan te mogen. daar staat ook overal een bord van een meter ja, want wat, wat krijg je nu? Dus. Het grappige is, die lijstje kun je gewoon op de site van de UCI bekijken. En um, ja, ik, ik ging die opzoeken. Er zijn geen renners meer van de 1,79 meter 79 of de 1,89 meter. 89. Die, die, dus om de een of andere reden zijn er geen coureurs die die groot hebben. Nee, waarom niet? Ja, die zeggen allemaal dat ze een centimeter groter zijn. Dan mogen ze, dan mogen ze meer op hun tijdritfiets. fietsen. Um, maar het grappige is, ja, ik was er dan zo door gezeten. Ik ging dan eens kijken. Je hebt heel veel renners die dan volgens de usine 1,80 meter zijn, maar op hun eigen website, of zelfs op de website van de ploeg, nog 1,78 meter zijn. Dat is echt grootschalige fraude eigenlijk, dat ik ja. aan het licht ben gekomen. Dus uh... <laughs> <laughs> ik dacht, oh, een zoveelste schandaal in het wielrennen. Maar goed ja, ze vragen ook gewoon aan die ploegdokter om dat af te tekenen. Ja, ja. het is inderdaad belachelijk. Ze kunnen gewoon, ze kunnen gewoon meten voor realiteit ja, die doet. Oké, okay, je hebt je, je koersschoenen aan, maar dan... Ja, je, kunt daarop eens ook, je kunt zeggen, doe dat van je schoenen. Alleen, of... Ja. Da. Ja, ja, tuurlijk. Um, maar dus, ik zit in categorie 2. Uh, wat wou dat zeggen? Mijn stuur mag, uh, mag niet zo gekanteld staan als bij een Ironman, dus een hoek moet iets kunnen naar beneden. Ik moet korter zitten, dus mijn, uh, mijn barends moeten wat minder. En vooral mijn za uw zadel, Ja, dat was eigenlijk het moeilijkste, daar heeft de Joris de meeste tijd in gestoken. Uw zadel moet, uh, mag maar zoveel achter uw braket staan, ja. dus bij een Ironman staat dat veel meer naar voren, hij moet dat dan naar achteren zetten. Um, want hij was zo wat zoeken van positie en hij had dat eigenlijk zo aangepast. en zei: Ja, het gaat niet zoveel schelen, je gaat gewoon echt op het puntje van je zadel zitten tijdens die tijdrit. En eigenlijk, als ik daarmee ging rijden, ah, van nog. Maar dan, ja, wat jij zegt eigenlijk. En achteraf ook: ja, Ik was er echt niet goed, maar. Je weet, die podcast van Cameron Wurf, waarom zegt... Ja, als je het niet doet op training, gaat het die wedstrijd ook niet doen. Ja, ja. ja, dat is exact dat. Ik had in mijn hoofd... Ik rijd heel erg op een tijdritfiets. Dus ik ben dat wel gewoon om daar pochten mee te nemen. Eén, daar... je, je gaat in een zone rijden, fietsen. Waar, waar je nooit in fiets Waar ik nog nooit in ben geweest dit jaar. Want ja, dat, ja, ja. Je, moet, je moet... Dat is maar 16 kilometer, daar uh, En twee, die positie op training, nog. Eigenlijk is dat een verredelde FTP-test. Je... Ja, en, 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 maar ook. Weet je, je kent de banen daar, dat is op de Macadamen in Perden. Probeer ja, Dat is, ah, je... is betonplaat naar betonplaat. Dat is verschrikkelijk. En, ja, de, de betonspleten ontwijken, eigenlijk. Ja, was verschrikkelijk. Eh. Toch zot dat er zoveel te doen is over de veiligheid in de koers. Maar dat je wel op zo'n banen een tijdrit organiseert. Dan. Ja, en dan ook twee U-turns je daar. Ah, nee, toch... ah, het was. Het was... Maar, en, ja, ik, uiteindelijk ik kom je dan, je bent kei dood. Ik had juist de den, uh, den Erno, had ik juist mm -hmm. niet bijgehaald, want die, uh, allee, even geven aan de jongen, die had ook de Gravel 150 gereden. Um, die heeft die tijd op zijn gravelfiets gereden. <laughs> dus, Bobby, zegt nog eens dat je daar niet hard mee kunt rijden. Die jongen rijdt, uh, rijdt kan 40 per uur in, in Bertum daarmee. Um, en ik, was echt, ik was diep gegaan en dan toch had ik zoiets van... Ja, je hoort dan die uitslag en je denkt... Allee, jongen, ik word hier gewoon... Ja, ik, was echt, ik ben wel echt redelijk naar huis gereden. Daar, daar doen we uiteindelijk maar zes mannen mee. Dus mm -hmm. er zijn nog vijfden. Ik en... dus heb een minuut van het podium. Zal van nog. Maar ja, dat is veel in minuut hè, op 16 kilometer. Um, maar dan dacht ik wel... Ja, weet je... Dat... Je, je, echt, je doet echt wel iets, ook al lijkt dat in het verlengde van wat dat je doet... Het is eigenlijk iets wat je... Dat is een ander sport, toch? Ja. Als ik een 10.000 meter loop, er zijn heel veel trainingen dat ik dat tempo loop. Dus is dat, eigenlijk ligt dat heel erg in het verlengde van wat ik doe, maar een tijdrit, Eigenlijk totaal niet. Maar het was wel toch. De, de, de smalle mocht achter mij volgen met de zieke. Uh, ah, ja. Wat wow, 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 wel eens iets cool was. Mag, die, mag de zieke al terug met de notto rijden? Nee, die, zat, er, die ah, okay. zat ernaast. Dus als jij plat rijdt, moest de zieke zo. Ja, is dat een half toestand? Dat die, het is niet dat je reservewielen had ofzo. Nee, nee, nee. Ja. Maar ze hebben mij ooit eens gezegd, en dat is ook wel, er moet gewoon een auto achter rijden voor de veiligheid. Ah ja. Als Want... je valt ofzo. Ja, nee, en ook, ook voor, eigenlijk in principe moet hij voor elke bocht toeteren dat als er ah, toch iemand is, dat hij weet, daar komt iemand aan. En van de klinktangen, in een tijdrit. Ja, had nog wel gegaan. Dat was, vroeger gebeurde dat toch zo? dat. Ja, vroeger was dat schering en inslag. In de, in de ronde van Namen hadden ze hadden, hadden een tijdrit. Dat was in de voormiddag een rit van 120 kilometer. En in de namelijk was dat een tijdrit van 25 kilometer. Uh, en ze noemden dat de gouden klink. Hè. <laughs> da, da, da. En, en ja, dan, dan hadden, hadden twee soorten mensen die aan de klink gingen... En dat was pakt 90% van die mensen. Die waren zo kapot in die ronde. Die, die deden dat voor gewoon. Binnen tijd te zijn. Binnen tijd te zijn. <laughs> en dan hadden er ook echt nog die dat dat deden voor de koers te winnen, Allee, de, 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 voor de, de, de te winnen. Ja, en daar gaat vooral dat er dus iemand was en die, die echt aan de klink kan en en ja, ook af en toe duwen met de ploeg en zei hey, stop jongen, ik ga er met twee minuten voor winnen en die was zevende. <lacht> <lacht> uh, ja. uh, wat ook nog grappig was, uh, Lars Kraps die won bij de Belofte, die rijdt bij uh, Quick Jeugdteam. En die kwam dan aan in zijn, in zijn en De dus Sikke en ik waren die heel hard aan het overtuigen om, een, om te vragen aan de ploeg om een provinciaal tijdreedpak te maken. Um, ik, ja, ik denk niet dat we het, het hoorden, maar ik, ik was me echt aan het inbeelden dat, die, dat Patrick Levevrin in de Tour zat en dan zo'n berichtje kreeg. Hé hey Patrick, uh, is het mogelijk <laughs> om een provinciaal <laughs> pak te maken bij Castelli? Uh, maar ik denk niet dat we het... Durven vragen dan? nee. Spijtig, ik moet je ja. kampioenschap... Hè? Eer uw kampioenschap. Ja, hè? voilà. Ja, misschien daarmee dat ze beter ook schildjes zouden uitdelen in de koers. Ja, voilà. Ja. voilà. Maar het, het, ja, dus het is eigenlijk een... een um... Ja, het is een vak apart. En ook als ik vertrok en zo... Um, het was dezelfde dag als de tijd in de Tour. Mm -hmm. en, dan... en dan pas snapte van... Hey, weet je, ik, had ook wel, ik was ook nog de Joris geweest, die joris, mijn positie. Hey, dus ge... Maar om dat echt goed te doen en om te weten, ik ga mijn bocht zo pakken, echt een pacingplan te maken. Bij mij was... het... De, de, de birger heeft ook eens vroeger een goede tijdritten gereden. En <laughs> de, uh, wij, gingen, wij gingen dan... Hij moest dan... De week voor zijn tijdrit ging hem dan fietsen met zijn een Maar meestal was dat gewoon... Dan reden we naar de crèmerie En, mm -hmm. en terug. En De burger, die lag niet in een beugel. Die reed dan gewoon zo. En dan dus, zijn. zijn met... Als meerven te checken, trapt hij je niet door, waarschijnlijk, oh, en werk je die remmen. Ja, voilà. En hoe schakelt dat hier? Um, maar die is uh, die reed echt nog wel goede tether. En dan zijn we met... eens, ja, maar weet je wat dat is, die tijdritpositie en zo. Je moet gewoon denken, na elke bocht, ik ga drie, vier seconden langer op mijn pedalen lopen, dan moet ik minder in die beugel liggen. <laughs> En weet je, als het een brug is, zet je gewoon recht. Dat is beter voor je rug. En je, moet, en je bent weer minder lang in die tijd. Met, met dat in mijn gedachten heb ik mijn. Hey, want je voelt, ja, je, zeker op die makkelijanplaten, je schaft altijd zo wat op je fiets en zo. Ik dacht ook, een bocht, lang op de pedalen lopen, lang op de pedalen lopen. <laughs> uh, maar goed, ja, ondertussen denk ik dat het tijdrijden wel iets professioneler is geworden dan uh, ja. uh, vandaag. Ja, hoe, hoeveel verliezen op die eerste mannen, op zo'n pk, op 16 kilometer? Oh, wel, Bobby, ik heb dat met zuid ik heb dat met dat pk Tijdrijden. Als ik echt het voel van ik heb het hier niet goed gedaan, en dan ga ik die uitslag ook echt niet opzoeken. Ah, maar ik merk ook dat dat bij Cycling Vlaanderen echt nog wel vroeger, hadden we zo, meestal stond een uitslag online de dag erna of zo, ja, Of dat's... een dinsdag was dat vaak. Ja. Ik heb het gevoel dat dat nog, nog niet echt verandert. Soms ga ik zo eens kijken, maar sommige koersen vinden ook gewoon geen uitslag van nee, terug. Hè, dat... Nee, dat, is, ja, dat zit zo meer op dat portaal, uh, waar je dan kunt aanloggen. En dan kan ik dat waarschijnlijk wel zien in mijn, uh, in mijn dingen. Ah, oké. Okay. Uh, ik, ik zat op meer dan een minuut van het podium. En dan, dat is wel op 16 kilometer toch al. Ja, ah, wel, maar daarmee ga ik ook me niet verder verdiepen, want dan wordt het pijnlijk. En je weet ook, de, de junioren hebben dezelfde afstand gereden. Dat wil ik al helemaal niet zien. Dus, eh, allee, ja, daarmee weet ik de exacte uitslag eh, niet. Ah, Oké. Okay. Uh, ik ben eerst aan het kijken op Cycling Vlaanderen, maar uh, ik zit al bij. Provinciale kampioenschappen, maar ik zie nog nergens uitslag of zo. Eh, maar wel prijsgereden, 10 euro verdiend. Hè. <laughs> ja, ik las op Ernest en den Instagram. Hè, ik ik, ik zei dan dat hem zesde was geworden. En ook nog foto van zijn gravelfiets. En ik dacht echt: zot, hoe goed is dat? Maar ja, je stuurde dan achteraf dat er maar zes man meedeed. Eh, ja, maar ik had hem ook gezegd: nou, dat moeten er, moet er nooit bij zeggen. Hè. Daar zijn, want de eerste 10 hebben daar prijzen. Ah, dus eigenlijk iedereen dat gestart had. Ja, maar ja, het was 7 euro inschrijving. Ik heb 10 euro prijsgeld. Dus 3 euro winst. Ja. En hoe lang heb je gereden ongeveer? Op die 16 kilometer. 24 minuten of zo. Dat oh. is dan. Oh. Mooi toch? Dat is 3 euro voor 24 minuten. Dat... Ja. ja, en dan uh, naar huis gelopen. Dus dat was. Een goede training. Ja. Um, Jij had ook nog een ander koers gereden deze maand? Ja, in Mergtem. Was Waar waarom gaat dat nou daar? Oh ah, wel, dat is... Nee, nou is dat is, een van mijn favoriete koersen aan het worden. Maar is dat nog zo... Is dat de koers van Merchtem van vroeger nog? Uh, ik, weet, ik heb vroeger ook nog in Merchtem zo de grote baan af, en dan aankomst na de aankomst een flauwe mocht naar links. Zo, en dan op je rechterkant het café van de inschrijvingen, iets na de mocht. Ja, ja. Café de Redijk. <laughs> ja? Ja, dat is echt... Ja... In Café de is ze een tijd ook echt blijven stilstaan. Ze hadden, ze hadden dit jaar enkel één, uh, ik moet het noemen. Ze hadden een verbetering aangebracht. Ze hadden, die hadden dus op het straat een camera gangen, zodat dat je aan een toog kunt blijven zitten en toch de koers zien. De mannen zijn mee met hun tijd. Ja. Dus da, 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 da wordt... Vol, Volgende stap is dat beeld livestreamen op YouTube. Hè. Ja, dat weet ja toch. dan zijn we wel weer tien jaar verder. Uh, nee, ik, raad ik weet niet hoe dat komt. Dat is, dat is, uh, dat is altijd op de 29ste. Uh, ja, dat is een koers waar. Dat is redelijk recht toe, recht, recht aan. Dat, zijn geen, dat is niet zo draaien en keren. Je hebt daar wel wat bochten. En, en, uh, uh, ja, daar, daar, daar is altijd een schop willen uh, peloton in, wel in vijf stukken. Ik zat in stuk vijf. Dus ik was, ik was wel niet echt mee met de zaak. Ja. Maar ik had er, ik had er wel een, een goed gevoel aan. En ja, gewoon nu al inschrijven in Café de Redijk. Uh, waar ze dan zeggen: ah, pak anders een papiertje mee. Want we geven ook nog een criterium. Dat je denkt: joe. Ja, dat is, juist, dat is ook een criterium. Nou, um, nee, tof, oh, een toffe koers uh, om te rijden. Ik denk ook, uh, mensen, dat is, ja, dat is misschien. Zo, voor als, als triatleet zijn of zo, als je zegt van kun je een koers rijden, is dat wel een goede koers. Zodat ze niet te veel. Ja, of zo, Wolverton of zo. Dat, zo, ja. dat zijn ook, dat is gewoon een vierkant rijden. Uh, ja, maar pas uh. op. Ja, het is wel. Het is, blijft wel het is 54 hè, dat is 44 gemiddeld. Ja. ja. Um netto ook al geen uitslag gereden. Maar wat mij wel, wel opvalt, is er rijden heel veel buitenlanders mee. Vorige keer in Birbeek was mij ook al opgevallen. Maar dat is toch altijd in de zomermaanden. Allee, vroeger was dat toch ook al dat ze de zomermaanden dat ja. er echt veel buitenlandse ploegen kwamen. Maar het, het, het ding is wel, ik heb de indruk dat de kloof heel groot aan het worden is. Je het verkeersmobilair, en wij zijn daar precies mee opgegroeid dat dat er is in die koersen. Mm -hmm. Maar als je daarover gaan nadenken. Zoals ze die merkt hem. Hey, je komt dan de eerste tour en daar zijn, daar zijn bloembakken. Daar staat niemand bij. En niet bij mij zat dan gewoon ah ja, rechts, links, rechts, links. En dan twee op rechts. Dus gewoon tauta. En je mm -hmm. weet de volgende keer, ik kan op de kant ah ja, rechts. Oké, okay, nu links, rechts. Hè, dus je weet... Ja, ja. Die buitenlanders, die... Ja, die hebben zo precies... Ja, ik weet, oké, okay, daar is een bloembak, daar is een middenbarm. Um, witte de lijn, afblijven. <laughs> putexel, putexel. Oké, okay, bocht, volgende ronde, anders. dan. En ja, nu ook weer, er was daar een Engelse ja, is kaart gevallen, zo in, in, de, in de middenspatie van tussen twee betonplaten. Ja, ja, die, die, ja. ik ja. snap dat je in België wilt komen koersen, maar ik kan me ook wel inbeelden dat dat levensgevaarlijk is voor zo'n mannen ja, soms. Dat... Inderdaad. Uh. En ja, hoe, hoe was de koers geweest dan uiteindelijk? Ja, je zei ik... al, geen uitzet kreeg nee, maar... nee. Uh, op een bepaald moment. Uh, ja, Ken het, dat ze zo'n zo groepjes demareren, zo. en er rijden 15 man er rijden 20 man verder en, en dat je je afvraagt, zijn wij gelost? Oh, oh. Of zijn wij het peloton nog? Of oh, niet? Ja. en die speaker vroeg zich dat ook af, want als eerste eerste tour kwamen we dan door, en dat was echt zeker 45 man weg of zo. En dan hier het peloton, en de volgende, uh, volgende tour zei hij, en dan hier nog een grote groep, <laughs> en de ronde daarna was dat, en dan hier de overblijfselen van het peloton. Dat, um, maar dan dat, ja, de laatste drie ronden, zowat en en zo nog wat groepjes ja. kunnen inhalen. En zal ja, wel, ja. ik ben daar ook niet echt meer bezig met zo'n uitslagterrein of zo. Dat was meer voor de training te hebben dan. Ja, ja. Oké. Okay. En zo ja, koersen, dat zo, zo, zo echt snel rijden. In peloton, blijft toch wel iets stof hebben of zo. Wat dat gaat, ik weet niet, had dat waarschijnlijk een, vroeger hadden ze op warme dagen. Als er dan veel geremd werd, zo de geur van zo die remlokken en, en van zo'n trubber, heb je dan nog? Uh... Nee, 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 Tegenwoordig is dat wel, als je zo echt een, een, een bocht hebt uh, waar iedereen heel laat remt, dat die, ja, die pistonnetjes zo wat blijven hangen en dat iedereen zo even dan zo met, met... zo piepende schijven. Ja, ah, ja. blijft zitten. Uh, dat heb je nog wel. Ja, dat af en toe iets uitgescheten wordt. <laughs> dat... dat blijft. Dat blijft. Uh, ook, ook nu weer. Dus dat, ja. 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 Aanrader. Oké, okay. als ik ooit nog eens de conditie heb, uh, dan ook nog wel eens zo een VWV-koers of zo meerijden. Ja, je moet dat doen. Ik vind dat echt, ik vind dat echt thuiskomen ook. Ja, ik weet dat niet. Uh. Het is echt zo niet veel veranderd? Of zo. Ik vind ja, ik ben zelfs tegenwoordig al te lui voor zo in de straten lopen of zo te gaan meedoen. Dat... Ja. Hey, ik vind dat te veel gedoe, hè? Ja. Deze vrijdag is het Balse Kermis lopen. Dat gaat, het, zal, het zal wel zijn, ja. boei. Wat, wat zeg je het weer? Dat heb ik nog niet bekeken. Ik weet alleen, Zorgklub Trek Field, they, they will be present. Wie doet hè? er mee? Ik denk, ik denk de, de Looyke weet ik sowieso al. De Bosmans die doet mee? De Bosmans en Hadwin. Oké. Okay. Ik. Jelle Jansen doet mee. Ja, my, grote ploeg. Ja, het is... Het, is, ik, het was dan gisteren training bij de Broekloper. Ik zei, moeten we dan zo even voor de start... Teambespreking doen en die is oh, allemaal wel bespreken Dan ik zo, ah, ja, dat is het budget dat je kunt uitgeven. <laughs> Wordt dan, word dan besproken, meestal. <laughs> ja, dat, dat is in het, het straatloopcircuit nog niet. Uh, nog niet in Nee, de cruise bestaat ook niet. Meer. Maar zeker in Baal wel wat prijs te pakken, toch? Hè? Absoluut. Allee, vorig jaar toch? Hè? Ah, wat krijgt een eerste? Dat weet ik niet. Ik was het tweede vorig jaar. Wat krijgt een tweede? Nee, ik, had toch, ik had toch 90 euro of zo. zo. Ah, oké, okay, niet slecht. Ja, nee. Vergelijk met PK-tijdrijder. Hoe ja. um, laat is de start daar in Bal? 6 uh, uur kinderloop, dan hebben we een 5 km en om kwart voor 8 de 10 km. Misschien moet ik je er 5 mee doen. Ja, maar ja, Mijn kinderen lopen dan de, 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 mee om 6 uur en vorig jaar ook. Ja, Je moet dan heel lang wachten tot kwart voor 8 is. Dus ik wacht, Mijn eigen moet niet ja, Ik ga die 5 ook al lopen. Ik ga gewoon die 5 al lopen en dan... Ja, dat is er zoveel over hè, om twee, uh, ja. twee wedstrijden te lopen. Wat ik wel vind dat moet veranderen bij de te lopen... vaak heb je ook dat die samen vertrekken. Zoals in Bekkenvoort. Dat als jij. Toen liepen wij ook met de drie man van de tien, liep ook eerst op de vijf. Dat je ook wel gewoon je nummer kunt laten scannen en dat je de vijf gewonnen hebt en door mocht lopen. Ah ja. Dus eigenlijk toch niet meer als logisch. Ja, ja. inderdaad. Ja. Nou, ik heb zo zelfs als ik de, de, de marathon van Kasterlee won, was ik tweede in een halve. Ja, dat is juist. Ja, dat... Eigenlijk zou dat. Beloond moeten worden. Hè. Ja. Um, verder nog dingen dat je deze maand gedaan hebt? Uh, nee, ik denk dat we dat zo. Uh. Wat hebben we bij u, Bobby? Um, ja, ik zijn nog naar zee gefietst. Juist. Uh, nee, vooral vanuit het idee: uh, je gaat misschien weer schieten. Ik had dat nog nooit gedaan. Ik weet ah, dat dus. jij dat vaak doet. Als je naar de zee gaat, dat je tot daar fietst. Ja. Ik had dat nog nooit gedaan. Dat dus ik dacht: ik had dat, allee, het is tijd dat ik dat eens ga doen. En dat ik uh, ja, in augustus een bikepack wedstrijd ging doen dacht ik het is misschien goed voor na mijn stage in Zwitserland toch nog eens wat kilometers te doen ik had ook niet meer gefietst sinds Zwitserland wel nog gelopen um, dus ik dacht oké okay, ik doe dat gewoon ik ga naar zee fietsen uh, en ja well, wat kan er misgaan? Uh, dat. Het, het begon al ik had um, in de voormiddag uh, nog een afspraak bij mijn boekhouder. Allee, even met mijn boekhouder. Dus het idee van zo het mentale aspect, s ochtends vroeg vertrekken ja. en dan zo in de loop van de namiddag aankomen. Ik wist al, ja, ik mag na die afspraak met de boekhouder niet te lang treuzelen. treuzelen ja. Of ik zit nog in de donker aan het fietsen s'avonds ook. Ja. Uh, uh, punt twee, ik had dan al in Zwitserland gemerkt dat... Met je gravelfiets op de weg fietsen toch niet helemaal hetzelfde is als met je koersfiets. Maar ja, ik heb mijn koersfiets wel terug. Ik moest alleen mijn zadeloogte terug op mijn hoogte zetten, want die staat nog op Hendrix's hoogte. Maar ik, ik heb geen reservebanden um, ah, okay. voor de koersfiets niet meer. Dus die optie was er eigenlijk niet. Als ik iets zou voor hebben, was ik gescheten, dus toch maar de gravelfiets teruggepakt. Um, en dan ja. Kapitale fout gemaakt, het weerbericht niet meer gecheckt. Allee zo, ja, het was gewoon een heel ongeorganiseerde onderneming. Uh, ik dacht ook zo uit mijn hoofd, ja, dat zal iets van 165 kilometer of zo zijn. Het was er 188, denk ik. Um, en, en uw route? Nou wel, Mechelen, Mechelen Lokeren. Maar niet op Strava getekend? Ja, wel op Strava, ah ja. gewoon Strava adressen ingegeven. Dus thuis vertrekken en. Naar Oost-Tuinkerken fietsen, zo, dat was mijn route. Ah, ja. En Strava de route laten maken. Ah ja, zo, zo, zo doe ik het ook altijd. Uh, en ja, heel vreemd, dus Strava ja, die gaf overduidelijk niet de kortste route. Dat, want er was een route van 20 kilometer korter, maar dan zat er wel mijn dan reden onder Brussel door en dan hadden we redelijk wat hoogtemeters, Dus ik dacht, oké. Okay, en betonbanen. Een vlakke route pakken en de kanalen afrijden is dat dan. Ja. Um, ja, ik had zo in het begin van de week het weer wel eens gecheckt. En pff, zo, ze gaven relatief droog. En de dag ervoor had ik nog eens gekeken en dan gaven ze zo in de namiddag 10% kans op regen in Erend. Dus ik dacht, oké, okay, dat weer gaat wel meevallen. Um, ik was nog niet in Mechelen en ik was zeik, maar echt zeiknat. niet, ja, ja. niet normaal wat een onweer dat ik had gehad. Uh, het was echt zo'n onweer dat je langs de vaart de mensen zag staan schuilen onder bomen. En ik had ook geen regenvesten of zo mee, ik had geen armstuk, ik had niks van uh, andere kleren mee. Dus ik dacht, gewoon harder beginnen fietsen dan blijft de warm. Uh, goede tactiek toch? Absoluut. Uh, maar dan kwam ik in Mechelen en dan begon het met de dagen. Ik keek zo, uh, iets achter Mechelen draaide dan zo linksaf richting Oost-Vlaanderen. En. Um, ik keek naar links, naar de lucht, en dat was echt een zwarte muur. En ik keek achter mij, alleen dat was recht voor mij, was het licht bewolkt. Allee, of, of, eh, zag je nog wel dat het aan het regen was? Dan hadden we zo een straat, een smalle straat in de wolken waar het blauwe lucht was. En dan hadden de zwarte muur, en ik was echt aan het denken, oh, fuck, als ik daar door moet, dat, dat is tot aan de zee dat je in de regen zit. En ik keek achter mij, en dat was van hetzelfde. Dus dan moest ik dat wegen maken, rijd ik terug naar huis en ga ik met een trein. Of fiets ik door en hoop ik dat het opklaart. Ik heb dan dat tweede gedaan. Gelukkig. Ja, in, ja want ik was ook aan het denken: ja, als je dan hè, terug naar huis fietsen. dan ga het ook wel ja, het ook drie uur in de regen gefietst hebben of zo. Dus ja. ik dacht: oké, okay, het, het is geen vijf graden, het is nog wel altijd ja, ja. 18, 19 graden. Je gaat niet onderkoelen, je gaat gewoon kou hebben. En, uh, en eigenlijk, ja, één keer. Ja, iets achter wielenbroek of zo is zo wat beginnen opklaren en dan heb ik zo mijn, mijn uh, fietsstruiken opengezet dat daar wat kon flapperen en dan dacht ik dan gaat dat sneller opdrogen misschien en zo mijn onderlefje zal sneller drogen omdat dat meer wind krijgt en zo. Um, maar terug um, een beetje gestoten op hetzelfde probleem als te, lu te lui om te, te, te stoppen ja. um, en mijn, mijn route die liep. Paul door Gent. Het was Gentse feesten. Oh ja, juist. <laughs> dus... Ja, ze sturen niet altijd Paul door Gent. Hè. Dat is... ah, well, ja, en, maar ik vind eigenlijk, ik dacht, ik zou gedacht hebben, en ik had wel zo uitgezoomd op de kaart bekeken van rijdt hem, en ik had bij Brugge even gekeken, en in Brugge zag ik dat hem zo wat de Brugge langs rezen, de ring wat volgde nog zo. Ja, in Gent zeggen? is dat de Vlaanderen fietsroute loopt vlak door Gent. Dus, ja. nee, dat is gewoon strava doet dat populariteit. Hè. Mm -hmm. Ah wel, dus. Maar ik had Gent niet ingezoomd en ik dacht, Gent zal ook wel over de, eh, langs Gent af zijn. Uh, maar dat was dus niet en het waren Gentse feesten. Dus in Gent, ik had nog um, well, zeker drie vierde van een drinkbus. Mijn, mijn andere drinkbus was al leeg. Dus ik dacht, ik zal wel tussen Gent en Brugge je stoppen om drinken te kopen. Ik komt niks tegen. Maar je komt niks tegen, want nee. je, ja, je rijdt altijd een dijk kan af. Kan al, ja. En dan kwam ik in Brugge. En dan gepasseerd het station van Brugge. En ik dacht: Oké, okay, binnenin het station is drank. Maar dat plein daarvoor was echt wel druk. En ik dacht: Ik ga niet met een fiets hier buiten laten staan. Om binnen een cola te gaan halen of drank te gaan halen. Uit schrik dat hem gepikt wordt. Ik zal wel doorrijden en niets tegenkomen. Er um, had niks tegenkomen. Ja. <laughs> um, het was ook Nationale Feestdag. Dus veel is, was ook gewoon gesloten. Ja. Ik ben eigenlijk op de route um, iets voor Gent, één tankstation waarvan dat de winkel open was, dat ik dacht, ah, hier ga ik binnen gaan. Hey, dat op de route lag, dus. Ja. Um, en ja, ik dacht gewoon, ik ga sowieso naar Bruggen of zo, maar ook dan zitten we weer langs kanalen. Kom weinig, je komt wel zo'n cafeetjes tegen, maar ik wil ook niet op het terras gaan zitten voor dan een cola te kopen of zo. Nee, nee, je, wilt... je wilt een winkelke waar dat je een flesje cola, een fles, een fles water... Uh, en, en wat zoet een brood. Ja, wat zoet een rommel kunt kopen. Um, en dan uiteindelijk, uh, ja, vanaf Brugge zat ik eigenlijk zonder vocht. Dus um, sowieso al te weinig is. Dat ja, dus ja sowieso al. Want dat is anderhalve liter of zo. Um, en ik denk dat van in Brugge, Brugge naar Stuynkerk dat dat nog een veertigtal kilometer was. Uh, dus ik wist ook dat dat nog zoiets was. Uh, maar ja, ik zat eigenlijk al van iets voorbruggen zonder drank. Hè. Zeker, het was dan terug warm geworden. En, en ook, je hebt, dan al, je hebt dan al vier uur gefietst. Je moet sowieso... Vier? Vijf? Ja, ze zeker. Um... Vijf, je moet zeker 500 milliliter per uur drinken. No weet dat je 2,5 liter bij had. Dus je had, nee, nee. je had er anderhalve, dus je had al een liter te weinig. Ik had anderhalve, anderhalve liter ongeveer mee. Maar ik had wel nog um, wat zelfs mee. Ja, niet, is zelf... massa, ook niet de massa vocht, 60 <laughs> milliliter. Nee, nee. Maar ik ben echt voorbij, eens voorbij Brugge, dacht ik, oké, okay, ik ga niet op Google Maps zoeken achter een winkel of zo dat open is, want dan zijn ze ook weer veel tijd aan het verschijten. Hè. Ik was al laat vertrokken op de dag, ja. dus ik dacht, ja, ik denk dat ik pas om één uur of zo was vertrokken. Um, dus ik dacht, ja, ik wil echt niet nog tijd verschijten, maar ik wil niet super ja, superlaat s'avonds aankomen ja. of zo. Uh, dus ik wil niet van de route afwijken ik wil geen drank kopen. Allee, ik wil iets kopen op de route, zo binnen-buiten. Uh, dat is weer geëindigd uiteindelijk. Maar, ah ja, tussen Bruggen en uh, dingen ben ik echt zo beginnen te zien tussen de gels en zo dat ik mee heb. Hè. Welke gels hebben hier het meeste vocht en dan zo wat isogels beginnen drinken. ik drinken. Van WQ had ik er wat mee, ik had uh, van Six D Iso gels. Hè, die, die beginnen opdrinken in de hoop zo van oh, vocht. Op een bepaald moment dacht ik ook echt. Wat, mijn bloed dat moet ondertussen zo stroperig zijn uh, dat het geen naam meer heeft. Heb, uh. de, heb je dan beginnen nadenken over je eigen urine drinken? Of nee, nee, bij... nee dat nog niet. Oh, ja. <laughs> je kon nog tot Calais dan. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar ja, in, dan kwam ik in Yport e aan. En ik zag... Hè, in Ipoort e je, je rijdt dan zo lang die, langs die, die, die havengeul. Ja. En dan kom je zo wat op, ja, op de tramlijn uit. Zo. De monding van de ijzeren komt uit. Ja, en... Um, je rijdt dan aan de ene kant en aan de overkant, zo'n café's, winkeltjes. Zo, uh, en ik zie een proxy of zo, uh, zoiets dat op feestdagen altijd open is en op zondagen. Maar je moest dan helemaal rondrijden. Ja, ik wou niet als spoorloper benoemd worden en zo, de, nogen, uh, de berm over. Uh, dus ik rijd rond, ik kom aan aan die proxy en die is echt twee minuten dicht. Die sloot ah. om twee na half acht. Uh, Shit, ja. Uh, dus ja, dan heb ik gewoon beslist... Dat was nog vijf kilometer of zo. Dan ben ik ook maar gewoon doorgereden. Uh. Die roofvogels, waar waren die? De... <laughs> Cirkelde die weer zo? Uh, nee, maar... Zo meeuwen al. Uh, maar het ding is... Um, je rijdt eigenlijk dan zo leeg. Dat, en dat, dat is... Dat is geen suiker. Ik had geen hongerklop. Nee, nee, nee. Dat is heel raar. Dat was echt gewoon een, vo, een vochtekort. Ja, Misschien dat de keppenzijs ja. eens moet uitleggen of zo. Maar ik was echt wel... Je moraal zakt helemaal. Allee, zo, dat is echt, je hebt geen woesting meer, voor nog te fietsen. Nee, omdat. Uh. Ja, dat is, dat, is, dat is zo. Het grafiek dat ik heb in zijn presentaties geeft... He, dat, en dat is waarom dat ik me ook altijd weeg voor- en aantraining. Uh, zeker als, als het warm is, vanaf een bepaald percentage heb je al prestatieverlies. En als je daaronder gaat, kun je, gewoon, kun je al gewoon veel minder. Dus ja, bij u, je, je, gaat, je gaat minder snel vooruit. En je voelt je ellendig, hè? Ja, ja, dat, dat vooral. Hè. Maar ook zo, je begint dan zo te denken aan... Hè, um, bijvoorbeeld, je uh, komt in Gent, daar was ik nog redelijk oké. Okay, ik denk dan, oké, okay, wie wie in Gent? Uh, de roeiers of zo? Hè, zo. En dan um, rijden verder, ik passeer de Oostkamp. Ja. En dan denk ik, oh, Koenaar die woont hier. Die, die woont niet zo ver van dat kanaal, dat weet ik. Dus uh, zou, zou ik... Zou ik die durven sturen of dat hem thuis is voor drank? Alleen zo, in die fase. Ja, in die fase komt het al wel. Um, maar ja, dat is echt een slecht idee. Alleen eigenlijk, je moet, ik weet niet, moet ik zo'n potiet maken of zo en op mijn stuur plakken en gewoon, ik weet niet, vroeger hadden wij dat nooit, hè. vroeger deden we dat wel stoppen voor drank. En, uh... Ja, dan hadden we zo vaste ding, hè, ja. je vaste dingen waar je helemaal gestopte. Maar... Ja, sinds ik echt, allee, daarmee bezig ben, zo met dingen, en je, en je beseft hoeveel je moet drinken, plus ook, ja, je, je herstel gaat gewoon niet goed zijn, omdat je zo uitgedroogd zit mm -hmm. Dus je maar gaat het, er veel harder in hakken. Ah, wel, maar het zotte was, ik ben dan hè, aangekomen en dan echt gewoon veel beginnen drinken. Ja, het is niet gelijk als je je, je eigen op een marathon of zo leegloopt, of hè, op een op eigen Je daar moet echt van herstellen, de dag erna en zo. Nee, dat ja, hadden we niet. Nee, nee echt... Drie, allee, zelfs een uur later was ik helemaal oké. Okay. Ja, dat is echt raar. herstelt ja. dat is, dat is daar rapper nog van als van een hongerklop en zo precies. Ja, dat is wel waar. Uh. Wel, spijtig. Je hebt zo, ik weet niet of je dat gehad hebt, maar ja, na bij mij heeft het altijd iets magisch gehad. Omdat als, als klein manneke, dat is het verste dat je vroeger ging. Kon gaan, hè? Ja. Dus, ah, we gaan met een auto en nou, als ja, slang in de auto zitten. En de dag dat je dat dan met de fiets kunt doen, is dat zo. Het, het verste, dat je eigenlijk kunt fietsen. Plus ook, ja, je rijdt een land en je, je kunt niet meer verder rijden. Of nee, dat. inderdaad. Ook dat. Want en... ik, had, ik had hetzelfde als wat ik in Zwitserland had. Als ik naar de zee rijd, dacht ik ook... Ik wil wel echt aan het water gestaan hebben. Of ik wil de zee ja, echt voilà. van vlakbij gezien hebben. Niet zo tot op de dijk nee, nee, rijden nee, en nee, de zee nee. nog 100 meter verder. Omdat, maar ja, in Nieuwpoort rijden we wel echt langs de zee af. Dus omdat, okay, dat, dat is al afgecheckt. Ja. Uh, maar wat dat je... Het, door zo niet te drinken, alleen door zo met veel te weinig. Ja, die laatste twee uur zijn echt verschrikkelijk. Allee, dat is echt zo. Je kunt daar niet meer van genieten. Dat, dat is, wat, ik, kwam echt, je... ik was zo in de fase gekomen. wat dat je op een ultra kunt hebben. of op een Ironman, op het einde van je marathon. dat je zo echt je honderden meters aan het aftellen. Nou ja. naar de finish. Het ding is ook wel dat die route. Ik heb het ook wel gewoon gehad met de kanalen. Ja, ja dat is wel echt. Dat... Je ja, hebt dan inderdaad dat kanaal van Westende naar Nieuwpoort, dat is op zich een schoon Maar je hebt ook zoiets van: hé mannen, polders zijn verschrikkelijk voor dat je aan de zee komt eigenlijk. Ja, en ja, dat is de hele tijd wind tegen ook nog eens. Voilà. En wat dat wel echt is, als je in de bergen of in Ardennen zegt: ik ga 150 kilometer fietsen. Ja, dat is hè, links, rechts, rijden omhoog. Deze zegt: Oké, okay, je vertrekt hier thuis, je rijdt naar de vaart, je komt naar de vaart, en dan zegt je horloge: um, Ja, binnen 12 kilometer naar rechts. Ja. En dan denk ik nog: okay, in het begin zei de fris, dan denk je, oh, 12 kilometer, is dat je kent dat nog. Maar echt, na de tiende keer zo, een stuk van 14 kilometer of 13 kilometer, ja, dat, dat, ja, dat, voor... dat begint echt tegen te strekken, <laughs> en dat is dan nog vaak, dat is dan 13 kilometer. En dan zegt hij zo binnen 13 kilometer rechts, daar rechts. Dat is echt zo een, een, een ommekeer rond om een brug of zo. En dan rijd je nog eens 13 kilometer langs datzelfde kanaal. Dat we, ja. Ja. Nee, ja, dat is zo. Plus ook, ja, je vertrekt hier en je pakt een versnelling. En in principe, ja. veel schakelen moeten niet doen. Hè. Nee, 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 inderdaad. En wat, wat, wat heb je dan ook zo wat? Eén keer bruggen voorbij. En ik me echt zo bij wielertouristen. Maar ja, dat is dan al, je moet rekenen. Je zet dan al zes, zes uur, zes uur en een half verder of zo als ik voorbij Brugge ben. Dus ja, het gaat al ja, zes uur, zeven uur s'avonds. Heel veel wielertoeristen zijn er niet meer. En ja, ik heb me echt zo schaamteloos bij mannen in het wiel gezet. En hey, zo'n kerel die dat dan aan het fietsen is en echt gewoon in het wiel... Ik weet niet zo. of die dan zagen dat ik eigenlijk al helemaal... Zo hij is een bidon giezen, <laughs> Nee, maar echt, zo, in dat wiel, beneden in de beugel zitten en denken, oh, sorry, maar hier kom ik echt wel, ik ga er geen moeite doen om over te pakken. Uh, zo, ja. ja, dat wordt wel beschamend. Uh. Ja, op één bij mij, op mijn covid lijstje toen, naar de zeerij en terug. Omdat, je, je, hebt, zo, je hebt zo... En je dat op en af gedaan toen? Ja. Zot. Het hebt zo dat, je hebt zo dat, dat zo, zo kinderboekje. Ik, ik zie je zo graag van na, naar de maan en terug. En ah, dat, ja, ja. Nee, dus eigenlijk het verste dat je kunt fietsen is naar de zee en terug, uiteraard. Ja. Dat is een dubbele afstand. Maar het ding was, juist omdat, weet je, uiteindelijk, dat is 188 kilometer of zo had ik. Dat is niet onoverkomelijk. Hè. Dat is een afstand dat je al, al, al vaak gefietst hebt. Ja. Dat, is, dat is wat dat geld op een mijn op een dag. Allee, ja, ja. Je zwemt daar nog voor, je loopt een marathon daarna. Dus. Geminimaliseerd dat zowel op voorhand. Naar mij denk ik ook, zo super slecht voorbereid was daarop. Uh, ja, maar toch valt alleen. Je mocht dat, ja, nee, nee. dat niet onderschatten. Dat, uh, nee, dat is saai, dat is tegen. En dat, dat, op den duur gaat dat ook niet meer goed vooruit. Of zo. Nee, nee, in, het is daar in het begin zo. Dan denk je, oh, 20 kilo. In Mechelen, je knippert twee keer met je ogen bij, wijze van spreken en je zit in Mechelen. Ja. En op het einde, die laatste 20 kilometer. Dan denk je, oh, dat is een nieuw kanaal, maar. Dat, dat is een leidersweg, alleen nee. dat. Ja. Ja, maar... Ik denk ook wel dat het toffer is als je het in groep kunt doen. Dan, uh... Maar ik vraag me af: tot, tot waar mensen dat hebben? Want ja, als je in Brugge woont, hebben ze dan ook nog zoiets met na de zee fietsen, of de dat... Nou, nou, geen idee. Of zo, of zo. Nee, maar doe ik... moet ook weten: 188 kilometer op de fiets. Ik, ik dacht echt zo: bah, ik, kan, ik heb al vier keer of zo een 100, 160 kilometer gelopen. Wat is, 188 kilometer? Ja, allee, zo, dat echt zo schroomelijk onderschat gewoon. Uh... Ja, ja. Maar als je een keer naar de zee en terugrijdt, dan heb je wel zo... Want dan, dan heb je die saai stukken ook, en dan zetten ze voor de zee en dan denk je, ik moet straks nog terug. Ja, maar dan, dan kunnen we wel denken, zometeen is het wind mee. Ja, en, wel, en ik zal u zeggen, nu gaat het, dus dan komt dan dan een ah de zee, fotoken pakken, gedraaid om, en dan zo, oh, wind mee, wind mee. En na vijf kunnen we dan denken, zeg, was die, was dat, is dat al? Ja. <laughs> je merkt, je moet toch ook nog wel wat trappen of zo. Ja. Uh, maar ik was wel aan het denken. Als je een tijdrit fietst, dat is wel een goede route. Uh, dat, dan dat met een tijdritfiets nou te doen, nou he, dat... Maar ook dat wordt saai, hè? Het is niet omdat je kunt liegen dat het. Nee, nee, ja, dat is... Maar ja, je redt wel makkelijk 5, 6, 7 per uur rapper als. Ja, dat is waar, Op een omgebouwde gravel fietsen. Ja, dat is ja. waar. Um. Maar ja, uh, ik hoop dat ik nu vanaf nu wel ga stoppen met ja. drinken te kopen. Uh, en hey, je zei goed nacht nog tegen, ah, wel, ja dat, dat was dan het grappige. Uh, je zou denken, de dag dagena ben ik dan gaan lopen aan de zee. Um, en je, je, je zou denken, ja, gisteren nu eigenlijk zo leeg getrokken, ik had keigoede benen. Uh, en ik, ik was aan het lopen, ik had eerst zo een kilometer of twee, zo langs de kust gelopen, en dan dacht ik. Nee, ik ben, ben er vanaf met Strava nu, van zo de zee op en af te lopen op het strand. Dat, hmm. dat, ja, dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik, dat, vanaf nu maak ik altijd, als ik aan de zee ben, routes die ook een beetje door het binnenland gaan of zo. Terecht. Um, dus ik had een route op Strava gemaakt en na een kilometer of drie uh, loop ik weg, weg van de zee. En. Uh, ja, daar zat iemand een auto in te pakken, en ik hoor zo ineens iemand roepen. Die roept op mij, en ik kijk. En dat was dus de koenaard die zijn auto aan het inpakken was. En die vertrok daar die avond. En hij zei: ja, ik heb al 30 kilometer gelopen deze morgen. Ik ben blij dat ik dat gemist heb. Allee, de... Ja. 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 ja ik, in de week, ik Gel, ja, ik mijn kine, wordt 35. En ik feliciteerde me dat een master wordt. Ja. En hij zei: en Dat was de keppens dat hij dat zei. Dat uh, Kunard en Bashir volgend jaar ook uh, master worden. Master worden. Dus... Die gaan alle mastercours. De... Ja van de tabellen nee, lopen. Waar ik vooral naar uitkijk, is Bowie en ik ben erbij, want ik heb mijn plek. De interclub bij de masters wordt gewoon de voorbereiding op de spelen Voor die mannen. <laughs> die 5000 meter. <laughs> die 5000 meter. Ja, ik, ik, ik heb mijn plaatsje bij een de dering. Ik, uh, ik, uh, ik zit mee in de. Dat is, toch, dat, is toch, dat is toch een leuk vooruitzicht. Ja, ja. De, de waardering van de interclub bij de Masters gaat gewoon. Ja, want ja, Bashir en Koen, mm -hmm. ja, dat, gaat, gaat, dat gaat smullen worden. Ja, uh, ik heb uh, nu dat je over de interclub bezig zei, ik, ik ben aan het uitzoeken geweest voor een atletiekvereniging op te richten. Oh nee. ja. We moeten dus wel degelijk een VZ2 hebben als je er geen in hebt moeten binnen de drie maanden na oprichting van uw club een VZW worden. Ja. Maar. Uh, dus hoe lang duurt een crosswind? <laughs> <laughs> maar ik heb, nee, ik heb dus echt. Uh, ja, was, je moet ook echt nog wel veel betalen. Oh, Oké. Okay. Uh, okay. uh, toch, toch raar dat het zo moeilijk is om een club te kunnen worden. Alleen dat ze veel ja vraagt. en ja, dan heb je nog de boetes het boetesysteem nee. je, je moet minstens 30 leden hebben um, gaat wel lukken ja we kunnen kun ook wel zo als spookleden oh je, nou ja uw ouders die doen ook graag atletiek de Francesco ja. Del Ponte <laughs> <laughs> um, dus ja dan moeten we nog eens bekijken zou ik zeggen ah ja ik was nog met de keppers hier. Ik, ik, we, hebben, we hebben de route hier, de, de Jour Club Classic noemen wij. Jij ja. loopt die met de wijzer. Ja, jij loopt die tegenwijzer. Ja, hier, hè? Dus, maar dat is eigenlijk het vast drukken dat wij lopen. De keppers werken hier en wou graag Bert en -Bosjes zien. Dus ik zei, ah ja, ideaal. We gaan... en de keppers wou klokvast aan de vierde kilometer of 14 in Bert en -Bos. Dat gaat niet, hè? Dat redelijk moeilijk is. En het het, 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 het had ook echt wel uh, veel regen, wat ook wel hoort bij, bij Bertenbosch, maar mm mag. -hmm. Um, en dat is eigenlijk, eigenlijk zo'n beetje een rand geworden van mij, van tien van minuten, waar ik aan het afgeven ben op een daarse, daar op vijf kilometer van het tijdenpad. Maar komen ze hier lopen, de crossers? Nee, nee, Zo, zo, <laughs> zo, zo heel de tijd. <laughs> aan, aan het uitleggen waarom dat ik het niet snap dat lopers niet tot in Bertenbosch komen. En de ze mm. die dan ook... Mee, hè, van, ja, als je dan door het uh, achterkant, oh, je nu eens een pot, dus je gewoon stenen gekapt en je moet maar... Ja, dat steenkruis, ja. Dat, ja, dat is alleen Als het lang droog geweest is, komen al die stenen naar boven. Ja. En... <laughs> Dit is echt het slechtste wat je voor je voeten kunt doen. <laughs> maar volgens mij is dat juist keigoed. Ja. Vol... Okay, ik, loop de, ik loop dat dan altijd naar beneden. Dat is echt goed, om naar beneden te leren lopen. Hè? Dat... Ja, ja. Ik, mij moet het niet overtuigen, ik zeg... Die, 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 ik zei het ik zeg, denk ik, hier in deze grond de, de, de provinciale titels. En moeten wij dan vanaf nu elke maandag de kippen zo op sleeptouw nemen, om die toch altijd mee? Eh, dat die an anders loopt hij ja. van hier de spoorweg af naar de vaart. En, uh... Ja, ik had wel ook een beetje stress, want ja, ik wou dan ook wel per se dat de jongen zijn training gedaan had. Dus doorchassen. ik dacht, hé, als hij hier straks op zijn bek gaat... Ah, ja. De Pieter heeft er al eens... Uh, die is ook al eens gevallen in de trails. Juist. Dat, dat, toch wel een klein beetje schuldgevoel. Nee, ik verwacht nu dat hem eigenlijk Lisa een week op stage stuurt naar hier voor TK Veldlopen of zo. Ja, we zouden hier nog zo'n kamer op hoogte moeten zetten. Gewoon gewoon dat het ja. op hoogte niet is, <laughs> Hoe dat niet? Wie gaat dan aanmeten? Uh, zo wat CEO oh in die kamer laten voor die saturatie naar beneden te krijgen of zo? Uh. Ja. ja, zoiets. Uh. Ja. Um, ja, verder, over naar de rubrieken van de maand zeker? Ja. Of zijn er nog dingen dat je wilt weten over mijn fietstocht naar zee of uh, mijn ontmoeting met Koen Aert? Nee, ja, zag er wat scherp uit uit te Koen. Ja, was s ochtends 30 kilometer gaan lopen. Maar ja, die zal toch meer gedronken? Die heeft waarschijnlijk meer gedronken om die 30 kilometer dan jij. Maar dan zitten Ja, de kans is groot. Gaat um, uh, iets van de waypoint van Tour de France? Nou ah, ja, de, die hadden gedeeld. Uh, maar welke garmin toestellen Dat uh, uh, niet, niet welke. Ja, maar welke GPS-toestellen wel ge... de UC-teams in ja. de Tour rijden, zie ik. Ja. En dus, uh -huh. ik denk dat er negen gesponsorde Garmin uh, ploegen zijn. Klopt het? Uh, dat kan, ja. Ook veel Wahoo, zie ik. Ja, Want het, het is wel een schoon opleiding, omdat hem, uh, dat ze. Dat ze ja, je ziet bijvoorbeeld sommige merken, de, ja, eigenlijk Brighton, ja, die hebben dan één gesponsorde ploeg en dat is ook maar één dat ermee redt. Maar bijvoorbeeld UAE, geloof ik. Israël met uh, Hammerhead. Ja. Vind ik, hey, doe ik opvallend? Ja, dat is wel met Chris Vroom te maken hebben. UAE is uh, Wahoo. Ja, en ook Garmin, maar ik denk dat die geen, die hebben geen sponsoring. UAE? Ja. Ah. Uh, ja, het is echt wel. En ook welke toestellen dat ze gebruiken Want ze hebben. Ja. ja ik, ik heb nu zelf de, de 1040. Ik heb een 48. Solar. 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 Daar is straks gaan halen. Ja. Uh. Ja, het was bij mij zo, het, eh, ik had de cruise in Birkbeek en het was het eerste wat ik bekeek was mijn zongrafiek en hoeveel batterij dat ik heb uitgespaard eigenlijk. Dat is wel, ah ja. dat is wel iets cool. Maar de, in de Waypoint vertelden ze mij nu dat je dus um, die, de fietstoestellen van Garmin, dat je die zelfs buiten in de zon kunt leggen en dat die dan opladen. En dat is me nog niet gelukt, want dan de... moeten ze aanzetten wel, denk nee, ik. Nee, nee. Die kunnen afzetten en buiten leggen. Ah, okay. Bij de horloges gaat okay. dat niet, maar bij de fietstoestellen zou dat wel gaan, blijkbaar. Ah, okay. En ja, dat is relatief weinig dat die in oplaten, maar dat zou wel lukken, blijkbaar. Maar als je vier Ai, Wat mij is opgevallen, ja, in tijdritpositie heb je niet zoveel zon, omdat je er... Omdat je er boven hangt. Omdat je met de koper boven hangt. Maar ja. um, op de wegfiets, ja, als je vier uur gaat fietsen, spaar de, je een uur batterij dat erbij komt, dat je erbij gefietst eigenlijk. Dus, mm -hmm. uh, maar dat staat er niet bij, of ze met een rijden. Nee, nee, nee bij je... veel staat er zelfs niet bij welk model. Bij sommigen wel, maar niet bij allemaal. Ja. Um. En dan ook met welke rollen dat ze rijden. Ja. Maar ja, dat, dat is wel een beetje Die rollen, dat wil niet zeggen dat ze daar thuis mee rijden. Dat is gewoon voor de opwarming van de ja. tijdrit natuurlijk. Maar mm -hmm. veel elite verschoot ik van eigenlijk. Maar ik denk dat dat ook veel gesponsord is. Ja, waarschijnlijk. Ja. Um, uh, verder nog uh, een opvallend nieuwsfeit. De Pierre stuurde het ons door. Um, maar dan Hans heeft er ondertussen ook een artikel over op... Uh, Triathlon.be um, ja, Thomas Steger, ja. de triatleet, die in zijn jaar geschorst. Um, en ja, blijkbaar gaat het, en dus het, het verhaal is dat hem, um, in 2021 zou er iemand klacht tegen hem hebben ingediend of zo, of hem aangegeven hebben bij de antidoping, bij de Oostenrijkse Antidoping Autoriteit, uh, waarop dat er een huiszoeking heeft plaatsgevonden. Beste thuis uh, zijn een gsm, een computer en zo in beslag genomen. Um, en ja, hij heeft kunnen aantonen dat, allee, het onderzoek is wel gebleken, dat, dat ze eigenlijk niets hadden tegen hem. Uh, wat dan wel raar is. alleen wat zot is eigenlijk, dat, dat er een uitzoeking en zo plaatsvindt. Uh, gewoon op melding van uh, bij iemand. Uh, het enige wat ze wel gevonden hadden was een puffer. Die op de verboden lijst staat, die vervallen is in 2014. Okay. Um, die, maar ik denk dat ze een apa-dokter is of zo, want in een artikel van een hand staat dus dat, dat ja, die, hij woont nog bij zijn ouders, die kerel. Dus ja, het, Wat een raar verhaal. Ja, een superraar man. verhaal. Ja. Um, en in eerste instantie was hem vier jaar geschorst. Ja, dat is altijd ja. standaard. Ja, en dan hebben ze dat kunnen terugbrengen na één jaar. Um, maar hij blijft zijn onschuld. Okay. Uitschrijven. Benieuwd naar alle wenende video's die nu zullen volgen. Oh, ja. dat, uh, ik weet niet uh, of ik dat nu aan kan op deze moment. Ja, je weet toch, het, de beste verdedigingsstappen is een aanval. Dus misschien moet jij gewoon de grootste beleidsvideo ja, zelf maken. Over de, ja, maar je kent Thomas T. nu niet. Ja, misschien ja, moet ja, wij ik nog eens een link zoeken. Denk je dat iedereen dat over Colin Chartier een beleidsvideo nee. gemaakt dat die je kende? Uh. Ja. Hey, het, ik heb zo het gevoel. Um, de weenvideo's na een betrapte collega is zo het nieuwe liegen na de finish geworden. Zo. Ja, maar ik was aan het denken: allee, als er een Keniaan betrapt wordt, zie je Kip Chogheen een weenvideo maken. <laughs> ja, of die, de, de, ze, ze hebben daar de winnaar van Sierre betrapt in, zie je Kylian <laughs> hey die, die, die mannen die halen toch hun schouders op en die zeggen: Ja, goed dat hem gepakt is. Ja, allee. Ik weet het, hè. Het is, uh... ja ik ben benieuwd of dat er of dat er uh... want dat uh, die zit bij de ap wachtteam ja, ook. Hè? ja inderdaad oh, oh. oei ja dan uh... zou er, er wel eens commotie over kunnen ontstaan uh, treintjes van de week opnieuw in... Ja. In, uh, invoeren ja wie weet um, ja verder uh, strava exploten ja hadden er in in binnengekregen. Ja, allee, Het was niet bedoeld als Strava exploit nee, maar, maar je hebt er wel in gezet. Ik heb het er dan toch maar in gezet. We kregen een mailtje om ons te bedanken. Voor de inspiratie? Voor de inspirerende podcast. Moest even... ik denk dat ze het zelf ook al wel aangaf van... Dat... dat onbedoeld inspirerend ja, dat, is misschien? Dat we niet, niet gaan samenzitten en zeggen... Oh, nu gaan we een uurtje inspireren. Kom op, Bobby. nu gaan we... <laughs> nu gaan we even de mensen inspireren om te sporten. Ik denk dat wij gewoon allebei graag sporten en dat, dat mensen aanzet tot ook toffe dingen doen. Waaronder, je zegt, hetgeen dat we hebben doorgestuurd gekregen. Ja, uh, dus Helena uh, stuurde door dat ze uh, in Nationaal Park hoge kempen was gaan lopen. Ja. Het was eigenlijk niet als slow bedoeld of zoiets, zei ze eerst. Uh, ze, wou een andere, ze wou eigenlijk een andere route doen, maar ze heeft uiteindelijk 54 kilometer gelopen, omdat ze de pijltjes wou volgen in plaats van haar gps-toestel dat ze nog gestuurd. 56 volgens Strava. Ah, um, ja, en ze wou een deel wandelen zeker, en een deel lopen of zo. had ik gelezen in haar mail, was dat niet? Ah ja. In, uh, in haar tweede mail. Ah ja. Um, maar ja, ze heeft dan toch gewoon beslist om stukken te lopen, of zoiets. Ja. Um, ja, en daarvoor had ze maar maximaal 20 kilometer gelopen. Ja. Dus super. En je ja, had nog maar twee kilometer verwijderd van de claude Dus volgend jaar uh, ja. aan de start, ja. hopelijk. Ja, tuurlijk. Uh, over uh, lopen gesproken. Ik ben deze maand ontmaagd ook. Ik had misschien hey, ontmaagd op loopvlak. Ik ben voor de allereerste keer gaan meelopen uh, met de D Dinsdag van okay. vang van de Tank. Uh, en? Ja. Dat ik, ik had al tegen Frank gezegd, ik had echt al zeker acht keer gezegd, ah, dinsdag kan ik, en dan is er altijd toch iets tussengekomen. Uh, dus nu was het wat de running joke geworden dat dinsdag echt wel een moeilijke dag is. Ja, of uh, hoort meer van Kerenberg dan Ja, ah, wel, maar dus nu, ik had ni niks te doen dinsdagavond, het was mooi weer. Dus ik dacht, ah ja, waarom niet? Uh, we zijn op de Wijngaardberg... Gaan lopen. En nu ziet dat op de site staan waar ze verzamelen. Ja, ah, okay. dus uh, volgende week is het op de Molikensberg. Um, als je goesting hebt, zeppen. Losgesteente. Losgesteend, hè? <laughs> <laughs> Volgens uh, Maar dus, um, ja, en dat is gewoon, ze lopen een lusje. Um, nu was dat een lus drie kwartier lang, en dan zijn ze naar een andere lus gegaan. Um, en ieder op zijn eigen tempo. Ah, wel, dat is het toffe aan die lusjes is dat je je eigen tempo kunt lopen. Je hebt er die snel lopen, je hebt er die traag lopen. En je kunt zo wat uh, babbelen. De, de Pieter van de Madman was er ook. Ah ja? Uh, ik, die trend bij de Kell bij de extra mile. En ik vroeg aan hem... Ja, krijgt de Kell deze ingepast in uw schema? Want alle, zeker... Eigenlijk, daar, het is ook de Kel, denk ik Die is tegen mij zei dat Bert een bos geen loopbos is. Nou, ja, tuurlijk. Dan denk ik, oké, okay, als Bert een bos geen loopbos is... Wat is dan een uur en een half een berg op en aflopen ja. volgens de atletiek? En ook die, die, die data, want het ja, zijn geen gemassas kilometers dat je doet, natuurlijk. Nee, nee maar de op anderhalf uur hadden we veertien kilometer of zo, denk ik. Ja, voilà. Maar echt, je zweet lekker rond. <laughs> uh, het was ook wel een warme avond. Maar... Dus uh, de Pieter zei, ja, nee, um, maar ik had gisteren heel repeats, uh, maar ik heb dat niet kunnen doen, dus dacht ik dat dit misschien... Een goede oplossing was. Maar, ja, heel, ja, de Kjell mij eens uitgekregen. Heel dat is eigenlijk zomaar een, een strook van 100 meter. Dat je ja, ja. echt op sprint. Hè. Ja, ik weet het. Ja. ja. Want, ik, ik, ik zei, want ik was eens tegen een man te zeggen dat ik Hillary op de Sigarenberg. <laughs> dat is ook al 800 meter. Dat ook al iets te, te lang is. voor... <laughs> dat zijn meer kilometers bergop dan. Ja, eigenlijk wel. Uh, maar nee, maar eigenlijk. Het thema gaf mij zo terug. Het gevoel dat je vroeger had als je een voetbaltraining, Zo trainen in groep. Ah, op ja. een afgesproken uur. Oh, Volgens de dat... Ja, dat... Ik doe dat nu met de broeklopers? Het ja. is ook gewoon gemakkelijk omdat je... Ik ben zo niet... Ik, ik, allee, ik vind altijd zo trainen na je werk of s'avonds of zo, moeilijk, met alle Maar ja. als je, als je zo'n training hebt staan, dan denk je daar niet veel over na. Je weet, ah, ja, Ik ga woensdag ga bij mij zitten met de broeklopers. Ik ga daar lopen dat is een intervaltraining. Ja, en, ja. en... En, en dan... Dat, 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 dat nodig ik ook altijd uit om, om iets te meer en ietsje Bij mij toch? Mm -hmm. Het kan um, te doen. Over d zag gesproken aan de Frank. Uh, ze gaan in oktober, denk ik, naar het WK Backyard ja. in Tennessee. En ze, ik had Frank beloofd dat ik reclame zou maken. Ze verkopen uh, wafels voor geld in te zamelen. Allee, ik heb de site hier open staan. Misschien kunnen we live bestellen. Als je het moet hebben, geef het door. Ik zal Zijn dat de klassieke wafeltjes die je Zo in kartonnen dozen. Um, Wanneer worden ze geleverd? Dat weet ik niet. Uh, wacht, misschien staat dat erop. Eh. Uh, want ik zit, met, ik zit met een WK en ik, ik, ik word altijd kwaad op mijn vrouw als die dan veel te veel koeken in huis haalt. Ah, dus ja. die moeten het na... Ja, ik denk wel nog dat ze ervoor geleverd zullen worden, maar uh, ik zal overlopen. Ja, okay. En als je iets moet hebben, moet het zeggen en dan okay. bestel ik het. Uh, Ambachtelijke wafels vanille, 700 gram. Dat zijn de gewone klassieke vanillewafels, wafels. Ja, niet? als je dan toch gaat, moeten die wachten op die met chocolade. Hè? Ah wel, tweede, ambachtelijke wafels, chocolade, 700 gram. Ja. Oké, okay, dan bestel ik je voor mij ook. Uh, franchipanne, 15 stuks. Ook wel goed, natuurlijk. Ja, ik, ik ben geen franchipanne van, maar zeg, als je er nee, moet nee, hebben, dan moet nee, nee, is goed, nee, ik... uh, carré 15 stuks. Nee. Nee? Um, de brownies? Nee. Allee. Ik ga het eten gewoon met de klassieke wafels met chocolade. 200 gram studentenhaver. Dat is wel goed, natuurlijk. Ja, doe maar. Okay. Um, snoepzak, 300 gram. Nee, nee. nee Alleen Allee, in een... tankstations. Nee. Uh, <laughs> nog een klassieker. Uh, Schilfertruffels. Oh nee, nee. Uh, Schilfertruffels met melkchocolade. <laughs> uh, en dan de nog ambachtelijke wafels... Uh, de mix vanille en chocola. Hola. Die apart verpakt ook. Oh, dat is niet goed. Voor de nee. En dan nog de klassieke, gewone suikerwafel. Oké. Okay. Gaan we dat in de, in de show notes? Gaan we nog eens een poging doen? Ah, wel, ik zal uh, de link delen. Ja. Uh, onder de aflevering. En dan de mensen die de backyard mannen willen steunen, kunnen bestellen. Oké. Okay. Uh, maar bon, voilà. Uh, onze bestelling. Ik ga, ik ga ze biedt gegevens invullen. En... Goed. Um, is er verder nog iets dat we moeten uh, bespreken hier? Je uh, de... hebt nog... Uh, ja, we gingen vis van de week terug invoeren. Ja. Je hebt een nominatie. Ja, ik, ik dacht aan Arjan. Uh, die... Een internationale vis. Die, die toch wel verdacht goed kon zwemmen voor een mountainbiker te zijn. net ja. een zwemverleden, dus die, uh, ja. die zwemt echt wel goed. Vond je dat niet? Ja, ja, ja. Maar die had ook wel zwemles gegeven en zo. Ja, ja, verder. ja. ja. Um, nou, nog wat Georges Clubbers in actie snel. Ja. Um, ja. Karel Sabbe, de meest opvallende misschien. Ja, ik volg. Allee, ik zet toch elke dag de trekker eens open. Ik kijk altijd naar de verslagen op. Ah ja, op Instagram. Op Instagram, hoeveel kilometer dat hem gelopen heeft. En op Twitter is er ook iemand die ah, ja. regelmatig updates tweet. Ja, ik vind dat wel tof om, om dat uh... Dat volgen ook. Ja. Wat een gigantische route is dat. Hij is de PCT-tree aan het aanvallen, ja. hè, van Mexico naar Canada. Ja. Uh, hij is 11 dagen bezig, zal hem nu... 15. nu. 15 al? Oh. Ja. Maar gemiddeld, ja, uh, 100... 90 à 100 kilometer per dag ja. is hem aan het lopen. Uh, dus hij zit voor op zijn schema. Ja, op de trekker kun je goed zien wie dat waar zit. Waar zijn concurrent zitten, waar hij met zijn vorige poging ja. zat. En waar zijn crew is, dat is ook wel, dat is wel grappig om te zien. Mm -hmm. En... Um... Ja, ik vind dat toch om te volgen. Maar ja, ik vind het wel niet echt spannend of zo dit. Ja, het ding is, 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 dat is weer zoiets gelijk een backyard. Dat, dat gaat spannend worden de laatste week of zo. gaat dat... Omdat je dan zo wat kunt zien. Ja, ja. Maar ik vind de kaart, die is daar gewoon gemaakt. Ja, dat is ook waar. La, la, allee, dag ging dag ja. uit. Uh, en dan. Uh, onze gastheer van in uh, Zwitserland, Frans Klaas. Twee ah, ja. Tweede geworden op de. E, ah ja, want die vertrok eigenlijk. Uh, als, de, wij, als wij daar waren. Ja, vertrok hem naar de Transalp. Uh, tweede uh. geworden, een paar ritten gewonnen. Uh, ook mechanische pech wel gehad. Ja, want hij heeft de, ik denk de eerste rit gewonnen, de tweede rit. Uh, pech. Pech, hè, de, de cassette van. Uh, ik denk het kan de... uit het voorste tandwiel, denk ik. En, uh, ah, okay. ja. 17 minuten of zo verloren. Heel, ja. heel, heel lang stuk ook moeten lopen, dat aan de maat. Maar um, gewoon ook al niet goed is voor je benen, denk ik. Maar ik denk dat ze de laatste rit ook nog gewonnen hebben. Ja. En ja, best ja, scherp stond hem, de Frans. Dat was niet normaal. Jezus, mannetjes. Ja, uh, ja verder de, de Belgian Hammers hebben nog in Hamburg. Dat week als supersprint, maar daar hebben we het met een Hans over gehad. Ja, uh, klopt. Nog mensen van de podcast. Uh, die gewoon ja. in door hebt gaan, of zo. Ja, De Jens is zijn titels kwijt. Ja, hij was ziek geweest. Hij was ziek teruggekomen van hoogte, dat ja. ik gelezen. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik maakte een beetje de dingen. Ze zit zitten bij dezelfde trainer, die Jans en de Jens de en de Pierre. Dus hebben, ja, ge, laat ons zeggen dat dat gewoon gelijk is. Ja, dan maakt de fiets het verschil, hè. zeg ik. Een <laughs> Pierre, het. Met een. Uh, er OIS. Ah ja. Pierre, een uh, toffe gast, uh, die, uh, zijn, zijn droomauto is de Volvo. Mooi. Ja, ik ben hem eens gaan ophalen in het station in Leuven. En, uh, ben... Je rijdt met een Volvo. Ik rijd met een Volvo. En mijn Waalse collega zei, uh, Pierre, mijn droom dat uitkomt, komen we komen nu ophalen met een Volvo. <laughs> het zegt veel over de Pierre. En bedoelen hem dan echt een Volvo gelijk uw Volvo? Hij ja, vindt dat gewoon... Ja, ik denk het wel. De, nou, ja. de, de, dus, het zegt veel over de Pierre. Ja. Voet, voetjes op de grond nuchtere um, er Dingen waar dat je in augustus naar uitkijkt. allee de komende, vanaf dat dit is opgenomen, de Baalse kermisloop, we hebben we het al even over gehad. Ja, ja uiteraard. Uh, ja, WK Atletiek dat er aankomt. Dat gaat van start. 17 oh, of zo, denk ja. ik, als ik me niet vergis. Ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Uh, die boeders met die nog. Uh, de Zich, uh? de, 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 ook de Olympische limiet al gelopen heeft, dus. Hanna-Klaas ook? ook Hanna-Klaas ook. Hanna ook. Dus dat, dat is, allee, da, da, daar kijk ik uh, wel echt naar uit. Ik en Den, heb je erin gezet? Ja, dat is, dat is zo mijn volgende wedstrijd. Want nu volledig gravelbike zou zijn, dus... Ben ik oh. ook benieuwd of dat allemaal met een Corozout te nemen is. Of... Mooi je uh, een opzetstuur op je gravelbike zetten? Ja, daar hebben alles. Ah, Oké. Okay. Uh, Ga de koersen komende maand? Uh, ja, koers van Linde, uiteraard. Klassieker. De koers van Linde, koers van uh, Overijssel dan, in uh, wat is dat, uh, Tombeek. Mm -hmm. ook, uh, ook een klassieker. Uh, Lelijk tegenvalt, die koers. Die, die, die klim. Ik weet dat, uh, daar met, die, met de Zuid-Afrikanen die bij je logeren. Juist, ja. Uh, die daar, die, die daar reden en die de kapitale fout maakten om in de afdaling proberen weg te rijden. Dus vervolgens. <laughs> <laughs> dat is gewoon de steenweg af, dus je moet keihard trappen om... Ja, om vijf meter voor het peloton uit te rijden. En vervolgens gaan. draaide de klim op en, en die ah. zakte er eigenlijk helemaal, uh, helemaal door. Um, wat ga ik nog doen? Is nadenken. Ja, een beetje WK voorbereiden. Mm -hmm. ja. En dan uh, kijk ik ook wel uit naar de wedstrijden van de Pieter. Die, uh... Wat gaat hij die PTO meedoen? doen? Ja, aan en... het EK in, uh, in Tallinn. Juist. Ja. Oké. Okay. Dat is mag Ga ja. jij, jij plannen, Bobby? Ja, dan bikepack. Uh, Trans-Slovakia, uh, van de grens met Oostenrijk naar de grens met Oekraïne ongeveer. Ja. Uh, ik heb het gevoel dat ik even slecht voorbereid ben voorlopig als voor mijn rit naar de zee. Je hebt nog tijd, hè? Nog een week voor, voor vertrek. Ja. Um, maar ja, ik... Ik gaat wel goed komen. Hè? Ja. Ik denk dat dat gewoon schoon is. Ik, ik heb al het belangrijkste, denk ik, heb ik al. spray. Nee, een voorwiel met een naafdynamo voor in mijn mountainbike. Dat, is dat heeft een Olivier nog gefixt voor mij. Ja. Um, en een lamp had ik al van, uh, van op mijn gravelfiets, uh, met een uh, Wat mij opviel, uh, de Wannes waarmee ik dan die bikepacking ga doen, uh, die stuurde mij, ah, oh, welke lamp heb jij? Uh, want ik ben ook op zoek. Die lamp, dat is volgens mij het nieuwe goud overal uitverkocht. Nergens ah, ja. te krijgen. Hij uh, heeft uiteindelijk nog een, dezelfde kunnen vastkrijgen. Dat is een cine, cine wave of zoiets. Hij uh, heeft die nog kunnen vastkrijgen um, in Engeland, maar redelijk veel invoertaksen betaald natuurlijk. Is uh, de Wannes dan supergoed voorbereid en jij niet? Of is dat gelijk, gelijk, ah, wel, gelijk ik niveau? Had, uh, ik wou dus de, deze week nog eens afspreken met Wannes Voor zoiets te overleggen van, wanneer gaan we vertrekken, wat gaan we eigenlijk meepakken, hoe doen we dat met eten? Uh, wil jij hard rijden of wil, nee, gaan wij samen rijden? Wil jij, uh, ja, gaan wij s'nachts doorrijden? Wat is het plan zo? Dat een beetje, denk ik. Uh, maar ja, bij mij is dat meer, wat ga, wat ga jij meepakken? Uh, ja, ik heb over nog niks nagedacht, eigenlijk. Um, dus ja, het zal een beetje... Afwachten worden wat de wannes wil doen. Ziet je daar als een week vakantie? Of <laughs> ziet je daar als we gaan een week vol en dan En vooral um, mijn Strava-statistieken. Uh, ik heb het met Zwitserland en mijn nazieten fietsen toch iets of zo vaak kunnen rechttrekken. Maar um, als ik een hele week loop, heb ik meer gelopen als gefietst deze jaar. Okay. En als ik een duurtraining fiets, heb ik meer gefietst als gelopen. Zo in die fase zijn dus het zo. Dus ik ik al denken dat ik niet te veel gefietst heb, okay. jaar. maar uiteindelijk, als dat als, dat als vakantie is, nee. Ik zit al zo met het idee van, ja, het is 670 kilometer, blijkbaar is 200 of 250 kilometer over een bergrug. Het zou jammer zijn als je dat s'nachts rijdt, want dan zie je niks. Jawel, ja, dat vind ik ook wel. Uh, en je hebt zes dagen voor te finishen, dus je kunt eigenlijk, als je dat echt wilt, kun je dat ja, elke dag... 100, 120 kilometer. Dat, ja. Dan moet je niet hard spoeien. Hè. Dat... Nee, nee, och, nee dat in had inderdaad. Dus, uh, dus ja. Er volgt nog een meeting met Wannes om dat te bespreken. Spannend. Uh, ja. Uh, maar ook, omdat ik volgende week dan vertrek. Moeten we misschien. Uh, zijn we nog niet zeker of we een aflevering gaan hebben volgende week? Ja. Uh, ik kan wel zeggen: de Trek Track Field met de PG. Uh, die zijn opgenomen. Moesten we niks hebben, kunnen we altijd wel iets publiceren. Ja, uh. er is hier al wat ho hoogconjunctuur uh, gepasseerd. gepasseerd in de ja. studio. Ja, inderdaad. Uh, maar ja, ik denk dat we dan kunnen afronden. Ja. Nee? Uh. Uh, oh nee, ik dacht te zeggen, nee. Vries van de week hebben we gedaan. Hè? Ja, Ariane. Of had ik of had uh. jij verder iemand anders? Nee, nou. nee, uh. so, nee. Ja, ik heb niet echt gevolgd. Uh. Nee. Uh, dus. Ja. Ofwel, ik weet niet, de Pierre was tweede na het water in Kapellen op den Bosch, denk ik. Ja, maar uh, dat ging ik aan de duotlons aan. Ah uh, ja. <laughs> uh, nee, goed. Uh, dan ga ik u laten. Uh, yes. Ja, uh, dit was het voor mij voor deze week. Tot volgende week. Willen ze nu of willen ze niet? we het of we het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonnen gaat wereldkampioen worden. Ja, red 5 uur. Te snel voor ons. Tom! Stay on your bike! Smetka! En nog net. Chef is hier. Jeff, doe niet ziet. Jeff! Wat is er mis met Dumoulin? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem! Daar is some.